nou zoiets? Ja, we zijn heel verdrietig. We hadden inderdaad dat beeld daar zondag geplaatst. En dat was een heel bijzonder beeld. Het laat namelijk iedere 40 seconden een traan vallen. En dat staat symbool voor iemand die ergens in de wereld overlijdt aan aids. Dus op die manier probeerden we mensen in Nederland het verhaal te laten horen. Aids is nog niet voorbij. En nu is het gisteravond in Amsterdam vernield. Het is door twee gebroken en wij zijn heel verdrietig. Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is ook echt heel vervelend dat het is gebeurd. Hebben jullie veel reacties gekregen? Ja, we hebben gisteravond op social media onder andere laten weten dat het beeld er niet meer staat. We krijgen erg veel reacties van mensen die die erg geschrokken ook zijn. Die vinden dat juist de stad als Amsterdam solidariteit moet laten zien met mensen met HIV wereldwijd. Maar ook heel veel steunreacties van mensen die zeggen jullie moeten doorgaan het beeld of repareren of opnieuw laten maken. Zodat we het ook in andere steden kunnen laten zien. En daar zijn we nu over aan het nadenken. Ja, want kan het roze beeld nog worden hersteld? Ja, we zijn nu aan het kijken. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar het is net boven de knieën afgebroken. Dus we hopen heel erg dat we het kunnen herstellen. Maar als dat niet lukt, dan gaan we op zoek naar misschien wel een bedrijf of iemand anders die ons wil helpen om te kijken of we het opnieuw kunnen laten printen. Het is namelijk een 3D geprint beeld. En we zouden het heel mooi vinden als we het dan opnieuw zouden kunnen laten maken. Om het ook in andere steden in Nederland te kunnen laten zien. Ja, want wanneer was het plan om het in andere steden neer te zetten? Want daar is nu vertraging bij opgelopen natuurlijk. Ja, we hadden echt het idee om het echt deze week in Amsterdam te laten zien. Maar we hebben zoveel positieve reacties gekregen dat we inmiddels met een soort tourschema bezig waren voor het beeld. Het zou dit weekend naar Amersfoort gaan. We hadden ook al verzoeken gekregen voor Groningen en Leeuwarden. En dat willen we heel graag, gaan voldoen. Dus op deze manier gaan we kijken of we toch niet iets kunnen vervangen. En het huilende beeld dat de één traan in de 40 seconden laat vallen, toch ook nog in andere steden zichtbaar kan zijn. Nou, dankjewel Mark. En wij hopen natuurlijk dat het hersteld kan worden. Dankjewel. Het leven van de zwangere Braziliaanse Patricia dos Santos veranderde in Nederland in een nachtmerrie. Op 18 oktober werd de vrouw dood aangetroffen in haar huis in Diemen nadat zij drugs en abortuspillen had ingenomen. Een paar dagen later meldt haar partner Dennis van E. zich bij de politie. Ja, misdaadverslaggever Victor Schildkamp. Dennis van E. ontkent dat hij haar heeft vermoord. Waar wordt hij van verdacht? Hij wordt verdacht van doodslag en illegale abortus onder strafverzwarende omstandigheden. En dat komt omdat hij dan waarschijnlijk degene is die haar gedwongen heeft die abortuspillen in te nemen. Ja, ze was 8 maanden zwanger, hè? Ja, inderdaad. Dus het is echt enorm tragisch. De familie van Patricia is ervan overtuigd dat van E. het heeft gedaan. Waarom? Ja. Omdat zij een paar dagen... Kijk, het ging altijd goed tussen die twee. Ze hadden 3 jaar een relatie. Hij is daar een aantal keer geweest en die relatie die ontwikkelde zich prima. Zij werd dus ook zwanger toen hij daar was. Maar toen zij in september voor het eerst naar Nederland kwam, toen veranderde hij. Zij belde iedere dag naar huis en blijkbaar gedroeg hij zich in Nederland heel anders tegenover haar dan in Brazilië. En het grootste probleem was dat hij van dat kind af wilde. En in het laatste telefoontje, een paar dagen voordat zij is overleden, het laatste telefoontje wat zij pleegde naar huis, daarin vertelde zij ook van ja, hij wil het kind niet, hij wil dat ik abortuspillen inneem. Dat weiger ik uiteraard, want 8 maanden zwanger, dat gaat natuurlijk helemaal niet meer om dan je kind weg te halen. En daarom zijn zij ervan overtuigd, door haar telefoontje, dat hij haar heeft gedwongen. En justitie denkt dat voorlopig ook, want hij zit vast en hij blijft voorlopig ook vast. Ja, van E. blijkt ook een bekende pensioendeskundige te zijn, hè? Regelmatig op televisie geweest. Maakt dat dan de schok extra groot? Nou, ik moet zeggen, toen ik voor het eerst zag wie hij was, dan ga je je wel onmiddellijk afvragen, hoe kan dat zo'n kerel die zijn leven op het oog prima op orde heeft, 48 jaar, financieel was hij zelfs zo onafhankelijk dat hij gestopt was met werken. In ieder geval voor een tijd. Oh, mijn kat begint zich te bewegen. Hier, maar. Je vraagt je wel echt af, wat bezielt zo'n kerel om zijn 8 maanden zwangere vriendin te aborteren? Of tenminste, om dat kind te proberen weg te halen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ja, dit kon alleen maar slecht aflopen. Dus, maar goed, hij is nog maar verdachte. Hè? We weten niet hoe het precies gegaan is. Zijn advocaat wil helaas niks vertellen. Dus zijn verklaring is tot nu toe, die kennen we niet. Nee, er wordt nog flink gezwegen. Patricia en haar ongeboren zoontje zijn inmiddels begraven in Brazilië. Maar ze had ook al 2 andere zonen. Ja, wat gebeurt er nu met hen? Ja, wist ik het maar. Zij woonde daar samen met haar zus, haar 2 kinderen.
nog wat neefjes en nichtjes en de ouders. Tenminste, haar moeder in ieder geval. Er wordt geld voor ze ingezameld. Er is, begreep ik, in Brazilië in ieder geval al 4000 euro ingezameld. En ook hier in Nederland is inmiddels een actie gestart. Het zal natuurlijk in eerste instantie niet genoeg zijn om die kinderen de rest van hun leven te helpen. Maar er wordt in ieder geval geld ingezameld om, ja, om voor die twee kinderen, die zijn 8 en 9 jaar, om daar nog een manier voor de komende tijd een toekomst te bieden. Ja, oké. Nou, dankjewel Victor. Alsjeblieft. Om geld op te halen voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam doen de zussen Eckhart mee aan de Noordkaap Challenge. Hierbij trotseren ze bittere kou tijdens hun tocht naar de noordelijkste spot van Europa. Verslaggever Jelle Akerboom is in Amsterdam-Noord. Jelle, wanneer vertrekken ze? Nou, dat is al bijna. Om 8:30 gaan ze hier van start. De reis duurt 2 weken in totaal. En je moet steeds een etappe halen. Er is steeds een eindpunt die ze moeten halen. Vandaag Kopenhagen staat op het programma. 900 kilometer rijden alweer. In totaal is de reis, dames, 7000 kilometer. Gaat dat goed met z'n tweeën, twee zussen in de auto? Ja, dat hopen we wel. We hebben eigenlijk speciaal deze challenge uitgekozen omdat we zo lang bij elkaar in de auto zitten. Want we hebben heel veel bij te kletsen. We hebben het eigenlijk heel druk met gezinnen en werk. Dus nu hebben we alle tijd om alle roddels uit te wisselen. Marjan, vind je het spannend? Niet heel erg, een beetje. Wat de auto betreft, ik zie hier allemaal enorme auto's om me heen staan. En die van ons is toch eigenlijk wel vrij gewoon. Dus ja, ik hoop dat hij het volhoudt. Ja. En, ja. Met een gewone gezinsbak, zeiden jullie net, moeten jullie die kant op. De omstandigheden zijn erbarmelijk. We staan nu ook al in de ijzige kou in Nederland, maar het wordt veel erger. Wat staat jullie allemaal te wachten? Ja, het kan op sommige plekken min 32 worden, min 30. En we moeten ook opdrachten doen zoals wakduiken en wakvissen. Allerlei dingen in de sneeuw. Dus we hebben getraind bij Wim Hof. Dus we hebben koude training gedaan. De Iceman. De Iceman, die kan 10 minuten geloof ik in de kou zitten. Wij iets minder lang, maar we hebben wel getraind echt op de kou. Dus dat gaat lukken. En waar kijk je het meest tegenop, Marjan? Niet eens zo tegenop. Ik heb er vooral heel veel zin in. Heel veel zin in, ja. En jullie doen het natuurlijk allemaal voor een goed doel. Kan je daar iets over vertellen? Ja, wij doen dit voor het kinderhersencentrum van het Sophia Kinderziekenhuis. Die doen onderzoek naar hersenen, hoofd, zintuigen bij kinderen die dat nodig hebben. Hersenen zijn heel complex. En we weten al heel veel, de ontwikkelingen gaan snel, maar we weten nog niet genoeg. Dus in het hersenkinderlab gaat onderzoek gedaan worden naar hersenen van de kinderen. En hier behandelingen voor te maken. Ja. Een heel mooi doel. Hoe kunnen de mensen jullie nog helpen? Ja, mensen kunnen nog steeds doneren. Dat kan via de website van de Noordkaap Challenge. Noordkaapchallenge.com. Wij zijn Team 100, Sisters Act. Helemaal goed voor de kerst weer thuis, dames. Dan weten we niet, want we hebben gezegd, we gaan hoe dan ook de Noordkaap halen. Ook als de auto het niet doet, we gaan dat halen, maar misschien komen we dan wel iets later thuis. Helemaal goed. Ik wens jullie heel veel succes. Wij gaan de warmte opzoeken, Jora. 22 teams starten hier straks om 8:30 richting de Noordkaap. Islamitische staat is niet dood, maar weer in opmars. Na het verlies van het kalifaat in het Midden-Oosten wint de terreurorganisatie terrein in de straatarme Sahel met Mali als speerpunt. Ja, verslaggever Bob van Uet, we hadden allemaal zoiets. IS is toch eindelijk verslagen? Ja, dat is wat Donald Trump regelmatig doet, ja. Maar dat blijkt dus niet zo. In Irak zelf zijn er weer problemen. Maar het belangrijkste is dat veel van die IS-strijders naar andere plekken in de wereld gaan en daar eigenlijk doorgaan met wat ze al deden. En een van die plekken, een hele kwetsbare plek, dat is die Sahelzone, wat je zei. Dus onder Noord-Afrika, hè, heb je zo'n woestijngebied. Nou, daar zitten ze. Ja, en ze zoeken altijd armere plekken op om hun terrein te winnen. Ja, het is een helaas klassiek verhaal. Je hebt Mali, dat is een arm land, ook een heel groot land, een langgerekt land. Dan heb je een centrale regering, die zit in het zuiden. En in het noorden heb je allerlei stammen, groepen, Tuaregs in dit geval. Dat zijn die woestijnruiters. Hè. En die hebben ook hun wensen, die willen ook onafhankelijkheid. Nou, dan krijg je dus een strijd tussen het centrale, de regering in het zuiden en die Tuaregs in het noorden.
En daar, dat is precies waar al die islamitische groepen... die kunnen daarvan profiteren. Die gaan de ene partij steunen, de andere. Ja. En geleidelijk worden zij daar de baas. En dan krijg je de sharia. Sorry. Ja. En dan loopt het uit de hand. En hoe is het daar nu inmiddels, daar in dat gebied? Nou, dat is een gevaarlijk gebied geworden. Want volgend jaar komt er een rapport van de VN uit over dat gebied. Nou, deze week is daar al wat over bekend geworden. En daar wordt gewaarschuwd dat dit misschien wel het tweede kalifaat kan worden. Dus dan krijg je dus weer een regime van hele strenge moslims. Dan gaan er misschien ook weer mensen uit Nederland die kant op. Weet je wel, het lijkt een beetje op een herhaling van wat we al gehad hebben. En het grote probleem daar is dat dat gebied, dat strekt zich uit over drie verschillende landen. Je hebt Niger, je hebt Mali en je hebt Burkina Faso. Nou, ga daar maar eens mensen opsporen. Het is heel lastig. En die jihadisten die nu in Mali zitten, of in de Sahel, zijn dat dezelfde soort mensen als die in Syrië zaten? Dat, voor een deel zitten daar ook veteranen uit Syrië bij. Er zijn ook mensen die uit Libië, dus Libië ligt net boven Mali. Nou, in Libië is het al een hele tijd een puinhoop, zeg maar, ook met allerlei islamitische groepen. Die gaan dan naar het zuiden. Ja, en die zijn zich daar allemaal weer aan het groeperen. En daar zijn hele grote zorgen over in Europa en in de Verenigde Staten en in heel Afrika ook natuurlijk. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Het is natuurlijk voor ons allemaal zorgwekkend dat het daar weer is ontstaan. Nu strijdt Frankrijk al lang mee daar in Mali. Nederland heeft ook een tijdje meegestreden, zich weer teruggetrokken. Nu zijn ze opnieuw opgeroepen om mee te strijden. Dat verzoek is afgewezen. Ja. Waarom? Nou, Frankrijk is daar inderdaad, het is een oude Franse kolonie, hè, is daar al heel lang aanwezig, heeft er ook allerlei militaire basis en vecht tegen die jihadisten. Dat heeft al 44 Franse soldaten zijn daarbij omgekomen. Nederland heeft 5 jaar lang meegedaan, had een verkenningsmissie in dat gebied samen met de Fransen. Daar zijn overigens 4 Nederlandse soldaten ook gesneuveld. Verzoek van de Fransen was, doe mee nog een keer. En dat is door Nederland toch afgewezen. Dat zou dan een trainingsmissie zijn. Nederland gaat andere dingen doen, bijvoorbeeld olietankers beschermen in de straat van Hormuz, hè, bij Iran. En hier was geen ruimte voor. Maar ik vrees toch dat dit terug gaat komen. Dat we over een paar jaar toch weer een verzoek zullen krijgen. En dan misschien wel steviger om daar mee te doen. En wordt dit nu niet één grote herhaling van zetten? Dat lijkt erop. Daar is iedereen erg bang voor. Amerikanen zijn hier ook heel erg bang voor. Ja. Ja, dus sowieso niet meer luisteren naar het fake nieuws van Donald Trump. Hè, dat de IS is verslagen. Nee, want dat is nee, dus dat absoluut, is niet, absoluut aan de hand. Niet het geval. Nee, zeker niet. Nee. Nou, Bob, dank je wel voor je uitleg. Oké. Okay. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een natte dag met veel bewolking. En helaas ook een stevige wind. Het wordt 8 tot 11 graden. En we zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Welkom bij de ochtendshow to go. Afgelopen zondag plaatste het AIDS-fonds op het Amsterdamse Beursplein een beeld van een huilende vrouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van AIDS. Gisteravond bleek dat het was vernield. Aan de telefoon Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-fonds. Ja, Mark, wie doet nou zoiets? Ja, we zijn heel verdrietig. We hadden inderdaad dat beeld daar zondag geplaatst. En dat was een heel bijzonder beeld. Het laat namelijk iedere 40 seconden een traan vallen. En dat staat symbool voor iemand die ergens in de wereld overlijdt aan AIDS. Dus op die manier probeerden we mensen in Nederland het verhaal te laten horen. AIDS is nog niet voorbij. En nu is het gisteravond in Amsterdam vernield. Het is door 2 gebroken en wij zijn heel verdrietig. Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is ook echt heel vervelend dat het is gebeurd. Hebben jullie veel reacties gekregen?
Ja, we hebben gisteravond op social media onder andere laten weten dat het beeld er niet meer staat. We krijgen erg veel reacties van mensen die erg geschrokken ook zijn. Die vinden dat juist de stad als Amsterdam solidariteit moet laten zien met mensen met HIV wereldwijd. Maar ook heel veel steunreacties van mensen die zeggen, jullie moeten doorgaan het beeld of repareren of opnieuw laten maken, zodat we het ook in andere steden kunnen laten zien. En daar zijn we nu over aan het nadenken. Ja, want kan het roze beeld nog worden hersteld? Ja, we zijn nu aan het kijken. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar het is net boven de knieën afgebroken. Dus we hopen heel erg dat we het kunnen herstellen. Maar als dat niet lukt, dan gaan we op zoek naar misschien wel een bedrijf of iemand anders die ons wil helpen om te kijken of we het opnieuw kunnen laten printen. Het is namelijk een 3D geprint beeld. En we zouden het heel mooi vinden als we het dan opnieuw zouden kunnen laten maken, om het ook in andere steden in Nederland te kunnen laten zien. Ja, want wanneer was het plan om het in andere steden neer te zetten? Want daar is nu vertraging bij opgelopen natuurlijk. Ja, we hadden echt het idee om het echt deze week in Amsterdam te laten zien. Maar we hebben zoveel positieve reacties gekregen dat we inmiddels met een soort tourschema bezig waren voor het beeld. Het zou dit weekend naar Amersfoort gaan. We hadden ook al verzoeken gekregen voor Groningen en Leeuwarden. En dat willen we heel graag, gaan voldoen. Dus op deze manier gaan we kijken of we toch niet iets kunnen vervangen. En het huilende beeld dat de één traan in de 40 seconden laat vallen, toch ook nog in andere steden zichtbaar kan zijn. Nou, dankjewel Mark. En wij hopen natuurlijk dat het hersteld kan worden. Dankjewel. Het leven van de zwangere Braziliaanse Patricia dos Santos veranderde in Nederland in een nachtmerrie. Op 18 oktober werd de vrouw dood aangetroffen in haar huis in Diemen nadat zij drugs en abortuspillen had ingenomen. Een paar dagen later meldt haar partner Dennis van E. zich bij de politie. Ja, misdaadverslaggever Victor Schildkamp. Dennis van E. ontkent dat hij haar heeft vermoord. Waar wordt hij van verdacht? Hij wordt verdacht van doodslag en illegale abortus onder strafverzwarende omstandigheden. En dat komt omdat hij dan waarschijnlijk degene is die haar gedwongen heeft die abortuspillen in te nemen. Ja, ze was 8 maanden zwanger, hè? Ja, inderdaad. Dus het is echt enorm tragisch. De familie van Patricia is ervan overtuigd dat van E. het heeft gedaan. Waarom? Ja. Omdat zij een paar dagen... Kijk, het ging altijd goed tussen die twee. Ze hadden 3 jaar een relatie. Hij is daar een aantal keer geweest en die relatie die ontwikkelde zich prima. Zij werd dus ook zwanger toen hij daar was. Maar toen zij in september voor het eerst naar Nederland kwam, toen veranderde hij. Zij belde iedere dag naar huis en blijkbaar gedroeg hij zich in Nederland heel anders tegenover haar dan in Brazilië. En het grootste probleem was dat hij van dat kind af wilde. En in het laatste telefoontje, een paar dagen voordat zij is overleden, het laatste telefoontje wat zij pleegde naar huis, daarin vertelde zij ook van ja, hij wil het kind niet, hij wil dat ik abortuspillen inneem. Dat weiger ik uiteraard, want 8 maanden zwanger, dat gaat natuurlijk helemaal niet meer om dan je kind weg te halen. En daarom zijn zij ervan overtuigd, door haar telefoontje, dat hij haar heeft gedwongen. En justitie denkt dat voorlopig ook, want hij zit vast en hij blijft voorlopig ook vast. Ja, van E. blijkt ook een bekende pensioendeskundige te zijn, hè? Regelmatig op televisie geweest. Maakt dat dan de schok extra groot? Nou, ik moet zeggen, toen ik voor het eerst zag wie hij was, dan ga je je wel onmiddellijk afvragen, hoe kan dat, zo'n kerel die zijn leven op het oog prima op orde heeft, 48 jaar, financieel was hij zelfs zo onafhankelijk dat hij gestopt was met werken, in ieder geval voor een tijd. Oh, mijn kat begint zich te bewegen hier. Je vraagt je wel echt af, wat bezielt zo'n kerel om zijn 8 maanden zwangere vriendin te aborteren? Of tenminste om dat kind te proberen weg te halen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ja, dit kon alleen maar slecht aflopen. Dus, maar goed, hij is nog maar verdachte. Hè? We weten niet hoe het precies gegaan is. Zijn advocaat wil helaas niks vertellen. Dus zijn verklaring is tot nu toe, die kennen we niet. Nee, er wordt nog flink gezwegen. Patricia en haar ongeboren zoontje zijn inmiddels begraven in Brazilië. Maar ze had ook al 2 andere zonen. Ja, wat gebeurt er nu met hen? Ja, wist ik het maar. Zij woonde daar samen met haar zus, haar 2 kinderen, nog wat neefjes en nichtjes en de ouders. Tenminste, haar moeder in ieder geval. Er wordt geld voor ze ingezameld. Er is, begreep ik, in Brazilië in ieder geval al €4.000 ingezameld. En ook hier in Nederland is inmiddels een actie gestart. Het zal natuurlijk in eerste instantie niet genoeg zijn om die kinderen de rest van hun leven te helpen. Maar er wordt in ieder geval geld ingezameld om voor die 2 kinderen, die zijn 8 en 9 jaar, om daar nog een manier voor de komende tijd een toekomst te bieden. Ja, oké, nou dankjewel Victor. Alsjeblieft.
Om geld op te halen voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam doen de zussen Eckhart mee aan de Noordkaap Challenge. Hierbij trotseren ze bittere kou tijdens hun tocht naar de noordelijkste spot van Europa. Verslaggever Jelle Akerboom is in Amsterdam-Noord. Jelle, wanneer vertrekken ze? Nou, dat is al bijna. Om 8:30 gaan ze hier van start. De reis duurt 2 weken in totaal. En je moet steeds een etappe halen. Er is steeds een eindpunt die ze moeten halen. Vandaag Kopenhagen staat op het programma. 900 kilometer rijden alweer. In totaal is de reis, dames, 7000 kilometer. Gaat dat goed met z'n tweeën, twee zussen in de auto? Ja, dat hopen we wel. We hebben eigenlijk speciaal deze challenge uitgekozen omdat we zo lang bij elkaar in de auto zitten. Want we hebben heel veel bij te kletsen. We hebben het eigenlijk heel druk met gezinnen en werk. Dus nu hebben we alle tijd om alle roddels uit te wisselen. Marjan, vind je het spannend? Niet heel erg, een beetje. Wat de auto betreft, ik zie hier allemaal enorme auto's om me heen staan. En die van ons is toch eigenlijk wel vrij gewoon. Dus ja, ik hoop dat hij het volhoudt. Ja. Met een gewone gezinsbak, zeiden jullie net, moeten jullie die kant op. De omstandigheden zijn erbarmelijk. We staan nu ook al in de ijzige kou in Nederland, maar het wordt veel erger. Wat staat jullie allemaal te wachten? Ja, het kan op sommige plekken min 32 worden, min 30. En we moeten ook opdrachten doen zoals wakduiken en wakvissen. Allerlei dingen in de sneeuw. Dus we hebben getraind bij Wim Hof. Dus we hebben koude training gedaan. De Iceman. De Iceman, die kan 10 minuten geloof ik in de kou zitten. Wij iets minder lang, maar we hebben wel getraind echt op de kou. Dus dat gaat lukken. En waar kijk je het meest tegenop, Marjan? Niet eens zo tegenop. Ik heb er vooral heel veel zin in. Heel veel zin in, ja. En jullie doen het natuurlijk allemaal voor een goed doel. Kan je daar iets over vertellen? Ja, wij doen dit voor het kinderhersencentrum van het Sophia Kinderziekenhuis. Die doen onderzoek naar hersenen, hoofd, zintuigen bij kinderen die dat nodig hebben. Hersenen zijn heel complex. En we weten al heel veel, de ontwikkelingen gaan snel. Maar we weten nog niet genoeg. Dus in het hersenkinderlab gaat onderzoek gedaan worden naar hersenen van de kinderen. En hier behandelingen voor te maken. Ja. Een heel mooi doel. Hoe kunnen de mensen jullie nog helpen? Ja, mensen kunnen nog steeds doneren. Dat kan via de website van de Noordkaap Challenge. Noordkaapchallenge.com. Wij zijn Team 100, Sisters Act. Helemaal goed voor de kerst weer thuis, dames. Dan weten we niet, want we hebben gezegd, we gaan hoe dan ook de Noordkaap halen. Ook als de auto het niet doet, we gaan dat halen, maar misschien komen we dan wel iets later thuis. Helemaal goed. Ik wens jullie heel veel succes. Wij gaan de warmte opzoeken, Jora. 22 teams starten hier straks om 8:30 richting de Noordkaap. Islamitische staat is niet dood, maar weer in opmars. Na het verlies van het kalifaat in het Midden-Oosten wint de terreurorganisatie terrein in de straatarme Sahel met Mali als speerpunt. Ja, verslaggever Bob van Uet, we hadden allemaal zoiets. IS is toch eindelijk verslagen? Ja, dat is wat Donald Trump regelmatig doet, ja. Maar dat blijkt dus niet zo. In Irak zelf zijn er weer problemen. Maar het belangrijkste is dat veel van die IS-strijders naar andere plekken in de wereld gaan en daar eigenlijk doorgaan met wat ze al deden. En een van die plekken, een hele kwetsbare plek, dat is die Sahelzone, wat je zei. Dus onder Noord-Afrika, hè, heb je zo'n woestijngebied. Nou, daar zitten ze. Ja, en ze zoeken altijd armere plekken op om hun terrein te winnen. Ja, het is een helaas klassiek verhaal. Je hebt Mali, dat is een arm land, ook een heel groot land, een langgerekt land. Dan heb je een centrale regering, die zit in het zuiden. En in het noorden heb je allerlei stammen, groepen, Tuaregs in dit geval. Dat zijn die woestijnruiters. Hè. En die hebben ook hun wensen, die willen ook onafhankelijkheid. Nou, dan krijg je dus een strijd tussen het centrale, de regering in het zuiden en die Tuaregs in het noorden. En daar, dat is precies waar al die islamitische groepen, die kunnen daarvan profiteren. Die gaan de ene partij steunen, de andere. Ja. En geleidelijk worden zij daar de baas. En dan krijg je de sharia, sorry. Ja. En dan loopt het uit de hand. En hoe is het daar nu inmiddels, daar in dat gebied? Nou, dat is een gevaarlijk gebied geworden. Want volgend jaar komt er een rapport van de VN uit over dat gebied. Nou, deze week is daar al wat over bekend geworden. En daar wordt gewaarschuwd dat dit misschien wel het tweede kalifaat kan worden. Dus dan krijg je dus weer
een regime van hele strenge moslims. Dan gaan er misschien ook weer mensen uit Nederland die kant op. Weet je wel, het lijkt een beetje op een herhaling van wat we al gehad hebben. En het grote probleem daar is dat dat gebied, dat strekt zich uit over 3 verschillende landen. Je hebt Niger, je hebt Mali, ja, en je hebt Burkina Faso. Nou, ga daar maar eens mensen opsporen. Het is heel lastig. En die jihadisten die nu in Mali zitten, of in de Sahel, zijn dat dezelfde soort mensen als die in Syrië zaten? Dat, voor een deel zitten daar ook veteranen uit Syrië bij. Er zijn ook mensen die uit Libië, dus Libië ligt net boven Mali. Nou, in Libië is het al een hele tijd een puinhoop, zeg maar, ook met allerlei islamitische groepen. Die gaan dan naar het zuiden. Ja, en die zijn zich daar allemaal weer aan het groeperen. En daar zijn hele grote zorgen over in Europa en in de Verenigde Staten en in heel Afrika ook natuurlijk. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Het is natuurlijk voor ons allemaal zorgwekkend dat het daar weer is ontstaan. Nu strijdt Frankrijk al lang mee daar in Mali. Nederland heeft ook een tijdje meegestreden, zich weer teruggetrokken. Nu zijn ze opnieuw opgeroepen om mee te strijden. Ja, dat verzoek is afgewezen. Ja. Waarom? Nou, Frankrijk is daar inderdaad, het is een oude Franse kolonie, hè, is daar al heel lang aanwezig, heeft er ook allerlei militaire basis en vecht tegen die jihadisten. Dat heeft al 44 Franse soldaten zijn daarbij omgekomen. Nederland heeft 5 jaar lang meegedaan, had een verkenningsmissie in dat gebied samen met de Fransen. Daar zijn overigens 4 Nederlandse soldaten ook gesneuveld. Verzoek van de Fransen was, doe mee nog een keer. En dat is door Nederland toch afgewezen. Dat zou dan een trainingsmissie zijn. Nederland gaat andere dingen doen. Bijvoorbeeld olietankers beschermen in de straat van Hormuz, hè, bij Iran. En hier was geen ruimte voor. Maar ik vrees toch dat dit terug gaat komen. Dat we over een paar jaar toch weer een verzoek zullen krijgen. En dan misschien wel steviger om daar mee te doen. En wordt dit nu niet 1 grote herhaling van zetten? Dat lijkt erop. Daar is iedereen erg bang voor. Amerikanen zijn hier ook heel erg bang voor. Ja. Ja, dus sowieso niet meer luisteren naar het fake nieuws van Donald Trump. Hè, dat de IS is verslagen. Nee, want dat is nee, dus dat absoluut, is niet, absoluut aan de hand. Niet het geval. Nee, zeker niet. Nee. Nou, Bob, dank je wel voor je uitleg. Oké. Okay. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een natte dag met veel bewolking. En helaas ook een stevige wind. Het wordt 8 tot 11 graden. En we zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow to go. Afgelopen zondag plaatste het AIDSfonds op het Amsterdamse Beursplein een beeld van een huilende vrouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van AIDS. Gisteravond bleek dat het was vernield. Aan de telefoon Mark Vermeulen, directeur van het AIDSfonds. Ja, Mark, wie doet nou zoiets? Ja, we zijn heel verdrietig. We hadden inderdaad dat beeld daar zondag geplaatst. En dat was een heel bijzonder beeld. Het laat namelijk iedere 40 seconden een traan vallen. En dat staat symbool voor iemand die ergens in de wereld overlijdt aan AIDS. Dus op die manier probeerden we mensen in Nederland het verhaal te laten horen. AIDS is nog niet voorbij. En nu is het gisteravond in Amsterdam vernield. Het is door 2 gebroken en wij zijn heel verdrietig. Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is ook echt heel vervelend dat het is gebeurd. Hebben jullie veel reacties gekregen? Ja, we hebben gisteravond op social media onder andere laten weten dat het beeld er niet meer staat. We krijgen erg veel reacties van mensen die erg geschrokken ook zijn. Die vinden dat juist de stad als Amsterdam solidariteit moet laten zien met mensen met HIV wereldwijd. Maar ook heel veel steunreacties van mensen die zeggen jullie moeten doorgaan het beeld of repareren of opnieuw laten maken. Zodat we het ook in andere steden kunnen laten zien. En daar zijn we nu over aan het nadenken. Ja, want kan het roze beeld nog worden hersteld? Ja, we zijn nu aan het kijken. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar het is net boven de knieën afgebroken. Dus we hopen heel erg dat we het kunnen herstellen. Maar als dat niet lukt, dan gaan we op zoek naar misschien wel een bedrijf of iemand anders die ons wil helpen om te kijken of we het opnieuw kunnen laten printen. Het is namelijk een 3D geprint beeld. En we zouden het heel mooi vinden als we het dan opnieuw zouden kunnen laten maken om het ook in andere steden in Nederland te kunnen laten zien.
Ja, want wanneer was het plan om het in andere steden neer te zetten? Want daar is nu vertraging bij opgelopen natuurlijk. Ja, we hadden echt het idee om het echt deze week in Amsterdam te laten zien. Maar we hebben zoveel positieve reacties gekregen dat we inmiddels met een soort tourschema bezig waren voor het beeld. Het zou dit weekend naar Amersfoort gaan. We hadden ook al verzoeken gekregen voor Groningen en Leeuwarden. En dat willen we heel graag, gaan voldoen. Dus op deze manier gaan we kijken of we toch niet iets kunnen vervangen. En het beeld, het huilende beeld dat één traan in de 40 seconden laat vallen, toch ook nog in andere steden zichtbaar kan zijn. Nou, dankjewel Mark. En wij hopen natuurlijk dat het hersteld kan worden. Dankjewel. Het leven van de zwangere Braziliaanse Patricia dos Santos veranderde in Nederland in een nachtmerrie. Op 18 oktober werd de vrouw dood aangetroffen in haar huis in Diemen nadat zij drugs en abortuspillen had ingenomen. Een paar dagen later meldt haar partner Dennis van E. zich bij de politie. Ja, misdaadverslaggever Victor Schildkamp. Dennis van E. ontkent dat hij haar heeft vermoord. Waar wordt hij van verdacht? Hij wordt verdacht van doodslag en illegale abortus onder strafverzwarende omstandigheden. En dat komt omdat hij dan waarschijnlijk degene is die haar gedwongen heeft die abortuspillen in te nemen. Ja, ze was 8 maanden zwanger, hè? Ja, inderdaad. Dus het is echt enorm tragisch. De familie van Patricia is ervan overtuigd dat van E. het heeft gedaan. Waarom? Ja. Omdat zij een paar dagen... Kijk, het ging altijd goed tussen die twee. Ze hadden 3 jaar een relatie. Hij is daar een aantal keer geweest. En die relatie die ontwikkelde zich prima. Zij werd dus ook zwanger toen hij daar was. Maar toen zij in september voor het eerst naar Nederland kwam... Toen veranderde hij. Zij belde iedere dag naar huis. En blijkbaar gedroeg hij zich in Nederland heel anders tegenover haar dan in Brazilië. En het grootste probleem was dat hij van dat kind af wilde. En in het laatste telefoontje, een paar dagen voordat zij is overleden, het laatste telefoontje wat zij pleegde naar huis, daarin vertelde zij ook van ja, hij wil het kind niet, hij wil dat ik abortuspillen inneem. Dat weiger ik uiteraard, want 8 maanden zwanger, dat gaat natuurlijk helemaal niet meer om dan je kind weg te halen. En daarom zijn zij ervan overtuigd, door haar telefoontje, dat hij haar heeft gedwongen. En justitie denkt dat voorlopig ook, want hij zit vast en hij blijft voorlopig ook vast. Ja, van E. blijkt ook een bekende pensioendeskundige te zijn, hè? Regelmatig op televisie geweest. Maakt dat dan de schok extra groot? Nou, ik moet zeggen, toen ik voor het eerst zag wie hij was, dan ga je je wel onmiddellijk afvragen hoe kan dat, zo'n kerel die zijn leven op het oog prima op orde heeft, 48 jaar financieel. Was hij zelfs zo onafhankelijk dat hij gestopt was met werken. In ieder geval voor een tijd. Oh, mijn kat begint zich te bewegen hier. Maar. Je vraagt je wel echt af. Wat bezielt zo'n kerel om zijn 8 maanden zwangere vriendin te aborteren? Of tenminste om dat kind te proberen weg te halen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ja, dit kon alleen maar slecht aflopen. Dus, maar goed, hij is nog maar verdachte. Hè? We weten niet hoe het precies gegaan is. Zijn advocaat wil helaas niks vertellen. Dus zijn verklaring is tot nu toe... die kennen we niet. Nee, er wordt nog flink gezwegen. Patricia en haar ongeboren zoontje zijn inmiddels begraven in Brazilië. Maar ze had ook al 2 andere zonen. Ja, wat gebeurt er nu met hen? Ja, wist ik het maar. Zij woonde daar samen met haar zus, haar 2 kinderen, nog wat neefjes en nichtjes en de ouders. Tenminste, haar moeder in ieder geval. Er wordt geld voor ze ingezameld. Er is, begreep ik, in Brazilië in ieder geval al €4.000 ingezameld. En ook hier in Nederland is inmiddels een actie gestart. Het zal natuurlijk in eerste instantie niet genoeg zijn om die kinderen de rest van hun leven te helpen. Maar er wordt in ieder geval geld ingezameld om voor die 2 kinderen, die zijn 8 en 9 jaar, om daar nog een niet voor de komende tijd een toekomst te bieden. Ja, oké. Nou, dankjewel Victor. Alsjeblieft. Om geld op te halen voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam doen de zussen Eckhart mee aan de Noordkaap Challenge. Hierbij trotseren ze bittere kou tijdens hun tocht naar de noordelijkste spot van Europa. Verslaggever Jelle Akerboom is in Amsterdam-Noord. Jelle, wanneer vertrekken ze? Nou, dat is al bijna. Om 8:30 gaan ze hier van start. De reis duurt 2 weken in totaal. En je moet steeds een etappe halen. Er is steeds een eindpunt die ze moeten halen. Vandaag Kopenhagen staat op het programma. 900 kilometer rijden alweer. In totaal is de reis, dames, 7000 kilometer. Gaat dat goed met z'n tweeën, 2 zussen in een auto? Ja, dat hopen we wel. We hebben
eigenlijk speciaal deze challenge uitgekozen omdat we zo lang bij elkaar in de auto zitten. Want we hebben heel veel bij te kletsen en we hebben het eigenlijk heel druk met gezinnen en werk. Dus nu hebben we alle tijd om alle roddels uit te wisselen. Ja, Marjan, vind je het spannend? Niet heel erg, een beetje. Wat de auto betreft, ik zie hier allemaal enorme auto's om me heen staan. En die van ons is toch eigenlijk wel vrij gewoon. Dus ja, ik hoop dat hij het volhoudt. Ja. En, ja. Met een gewone gezinsbak, zeiden jullie net, moeten jullie die kant op. De omstandigheden zijn erbarmelijk. We staan nu ook al in de ijzige kou in Nederland, maar het wordt veel erger. Wat staat jullie allemaal te wachten? Ja, het kan op sommige plekken min 32 worden, min 30. En we moeten ook opdrachten doen zoals wakduiken en wakvissen. Allerlei dingen in de sneeuw. Dus we hebben getraind bij Wim Hof. Dus we hebben koude training gedaan. De Iceman. De Iceman, die kan 10 minuten geloof ik in de kou zitten. Wij iets minder lang, maar we hebben wel getraind echt op de kou. Dus dat gaat lukken. En waar kijk je het meest tegenop, Marjan? Niet eens zo tegenop. Ik heb er vooral heel veel zin in. Heel veel zin in, ja. En jullie doen het natuurlijk allemaal voor een goed doel. Kan je daar iets over vertellen? Ja, wij doen dit voor het kinderhersencentrum van het Sophia Kinderziekenhuis. Die doen onderzoek naar hersenen, hoofdzintuigen bij kinderen die dat nodig hebben. Hersenen zijn heel complex. En we weten al heel veel, de ontwikkelingen gaan snel. Maar we weten nog niet genoeg. Dus in het hersenkinderlab gaat onderzoek gedaan worden naar hersenen van de kinderen. En hier behandelingen voor te maken. Ja. Een heel mooi doel. Hoe kunnen de mensen jullie nog helpen? Ja, mensen kunnen nog steeds doneren. Dat kan via de website van de Noordkaap Challenge. Noordkaapchallenge.com. Wij zijn Team 100, Sisters Act. Helemaal goed voor de kerst weer thuis, dames. Dan weten we niet wat we hebben gezegd. We gaan hoe dan ook de Noordkaap halen. Ook als de auto het niet doet. We gaan dat halen, maar misschien komen we dan wel iets later thuis. Helemaal goed. Ik wens jullie heel veel succes. Wij gaan de warmte opzoeken, Jora. 22 teams starten hier straks om 8:30 richting de Noordkaap. Islamitische staat is niet dood, maar weer in opmars. Na het verlies van het kalifaat in het Midden-Oosten wint de terreurorganisatie terrein in de straatarme Sahel met Mali als speerpunt. Ja, verslaggever Bob van Uet, we hadden allemaal zoiets. IS is toch eindelijk verslagen? Ja, dat is wat Donald Trump regelmatig roept, maar dat blijkt dus niet zo. In Irak zelf zijn er weer problemen. Maar het belangrijkste is dat veel van die IS-strijders naar andere plekken in de wereld gaan en daar eigenlijk doorgaan met wat ze al deden. En een van die plekken, een hele kwetsbare plek, dat is die Sahelzone, wat je zei. Dus onder Noord-Afrika heb je zo'n woestijngebied. Nou, daar zitten ze. Ja, en ze zoeken altijd armere plekken op om hun terrein te winnen. Ja, het is een helaas klassiek verhaal. Je hebt Mali, dat is een arm land, ook een heel groot land, een langgerekt land. Dan heb je een centrale regering, die zit in het zuiden. En in het noorden heb je allerlei stammen, groepen, Tuaregs in dit geval. Dat zijn die woestijnruiters. Hè. En die hebben ook hun wensen, die willen ook onafhankelijkheid. Nou, dan krijg je dus een strijd tussen het centrale, de regering in het zuiden en die Tuaregs in het noorden. En daar, dat is precies waar al die islamitische groepen, die kunnen daarvan profiteren. Die gaan de ene partij steunen, de andere. Ja. En geleidelijk worden zij daar de baas. En dan krijg je de sharia, sorry. Ja. En dan loopt het uit de hand. En hoe is het daar nu inmiddels, daar in dat gebied? Nou, dat is een gevaarlijk gebied geworden. Want volgend jaar komt er een rapport van de VN uit over dat gebied. Nou, deze week is daar al wat over bekend geworden. En daar wordt gewaarschuwd dat dit misschien wel het tweede kalifaat kan worden. Dus dan krijg je dus weer een regime van hele strenge moslims. Dan gaan er misschien ook weer mensen uit Nederland die kant op. Weet je wel, het lijkt een beetje op een herhaling van wat we al gehad hebben. En het grote probleem daar is dat dat gebied, dat strekt zich uit over 3 verschillende landen. Je hebt Niger, je hebt Mali en je hebt Burkina Faso. Nou, ga daar maar eens mensen opsporen. Het is heel lastig.
En die jihadisten die nu in Mali zitten, of in de Sahel, zijn dat dezelfde soort mensen als die in Syrië zaten? Dat, voor een deel zijn daar, zitten daar ook veteranen uit Syrië bij. Er zijn ook mensen die uit Libië, dus Libië ligt net boven Mali. Nou, in Libië is dan de hele tijd een puinhoop, zeg maar, ook met allerlei islamitische groepen. Die gaan dan naar het zuiden. Ja, en die zijn zich daar allemaal weer aan het groeperen. En daar zijn hele grote zorgen over in Europa en in de Verenigde Staten en in heel Afrika ook natuurlijk. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Het is natuurlijk voor ons allemaal zorgwekkend dat het daar weer is ontstaan. Nu strijdt Frankrijk al lang mee daar in Mali. Nederland heeft ook een tijdje meegestreden, zich weer teruggetrokken. Nu zijn ze opnieuw opgeroepen om mee te strijden. Dat verzoek is afgewezen. Ja. Waarom? Nou, Frankrijk is daar inderdaad, het is een oude Franse kolonie, hè, is er al heel lang aanwezig, heeft er ook allerlei militaire basis en vecht tegen die jihadisten. Dat heeft al 44 Franse soldaten zijn daarbij omgekomen. Nederland heeft 5 jaar lang meegedaan, had een verkenningsmissie in dat gebied samen met de Fransen. Daar zijn overigens 4 Nederlandse soldaten ook gesneuveld. Verzoek van de Fransen was, doe mee nog een keer. En dat is door Nederland toch afgewezen. Dat zou dan een trainingsmissie zijn. Nederland gaat andere dingen doen. Bijvoorbeeld olietankers beschermen in de straat van Hormuz, hè, bij Iran. En hier was geen ruimte voor. Maar ik vrees toch dat dit terug gaat komen. Dat we over een paar jaar toch weer een verzoek zullen krijgen. En dan misschien wel steviger om daar mee te doen. En wordt dit nu niet één grote herhaling van zetten? Dat lijkt erop. Daar is iedereen erg bang voor. Amerikanen zijn hier ook heel erg bang voor. Ja. Ja, dus sowieso niet meer luisteren naar het fake nieuws van Donald Trump. Hè, dat de IS is verslagen. Nee, want dat is nee, dus dat absoluut, is niet, absoluut aan de hand. Niet het geval. Nee, zeker niet. Nee. Nou, Bob, dank je wel voor je uitleg. Oké. Okay. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een natte dag met veel bewolking. En helaas ook een stevige wind. Het wordt 8 tot 11 graden. En we zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow to go. Afgelopen zondag plaatste het AIDS-fonds op het Amsterdamse Beursplein een beeld van een huilende vrouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van AIDS. Gisteravond bleek dat het was vernield. Aan de telefoon Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-fonds. Ja, Mark, wie doet nou zoiets? Ja, we zijn heel verdrietig. We hadden inderdaad dat beeld daar zondag geplaatst. En dat was een heel bijzonder beeld. Het laat namelijk iedere 40 seconden een traan vallen. En dat staat symbool voor iemand die ergens in de wereld overlijdt aan AIDS. Dus op die manier probeerden we mensen in Nederland het verhaal te laten horen. AIDS is nog niet voorbij. En nu is het gisteravond in Amsterdam vernield. Het is door 2 gebroken en wij zijn heel verdrietig. Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is ook echt heel vervelend dat het is gebeurd. Hebben jullie veel reacties gekregen? Ja, we hebben gisteravond op social media onder andere laten weten dat het beeld er niet meer staat. We krijgen erg veel reacties van mensen die erg geschrokken ook zijn. Die vinden dat juist de stad als Amsterdam solidariteit moet laten zien met mensen met HIV wereldwijd. Maar ook heel veel steunreacties van mensen die zeggen jullie moeten doorgaan het beeld of repareren of opnieuw laten maken. Zodat we het ook in andere steden kunnen laten zien. En daar zijn we nu over aan het nadenken. Ja, want kan het roze beeld nog worden hersteld? Ja, we zijn nu aan het kijken. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar het is net boven de knieën afgebroken. Dus we hopen heel erg dat we het kunnen herstellen. Maar als dat niet lukt, dan gaan we op zoek naar misschien wel een bedrijf of iemand anders die ons wil helpen om te kijken of we het opnieuw kunnen laten printen. Het is namelijk een 3D geprint beeld. En we zouden het heel mooi vinden als we het dan opnieuw zouden kunnen laten maken. Om het ook in andere steden in Nederland te kunnen laten zien. Ja, want wanneer was het plan om het in andere steden neer te zetten? Want daar is nu vertraging bij opgelopen natuurlijk. Ja, we hadden echt het idee om het echt deze week in Amsterdam te laten zien. Maar we hebben zoveel positieve reacties gekregen dat we inmiddels met een soort tourschema bezig waren voor het beeld. Het zou dit weekend naar Amersfoort gaan. We hadden ook al verzoeken gekregen voor Groningen en Leeuwarden. En dat willen we heel graag, gaan voldoen. Dus op deze manier gaan we kijken of we toch niet iets kunnen vervangen. En het huilende beeld dat één traan in de 40 seconden laat vallen, toch ook nog in andere steden zichtbaar kan zijn.
Nou, dankjewel Mark. En wij hopen natuurlijk dat het hersteld kan worden. Dankjewel. Het leven van de zwangere Braziliaanse Patricia dos Santos veranderde in Nederland in een nachtmerrie. Op 18 oktober werd de vrouw dood aangetroffen in haar huis in Diemen nadat zij drugs en abortuspillen had ingenomen. Een paar dagen later meldt haar partner Dennis van E. zich bij de politie. Ja, misdaadverslaggever Victor Schildkamp. Dennis van E. ontkent dat hij haar heeft vermoord. Waar wordt hij van verdacht? Hij wordt verdacht van doodslag en illegale abortus onder strafverzwarende omstandigheden. En dat komt omdat hij dan waarschijnlijk degene is die haar gedwongen heeft die abortuspillen in te nemen. Ja, ze was 8 maanden zwanger, hè? Ja, inderdaad. Dus het is echt enorm tragisch. De familie van Patricia is ervan overtuigd dat Van E. het heeft gedaan. Waarom? Ja. Omdat zij een paar dagen... Kijk, het ging altijd goed tussen die twee. Ze hadden 3 jaar een relatie. Hij is daar een aantal keer geweest. En die relatie die ontwikkelde zich prima. Zij werd dus ook zwanger toen hij daar was. Maar toen zij in september voor het eerst naar Nederland kwam... Toen veranderde hij. Zij belde iedere dag naar huis. En blijkbaar gedroeg hij zich in Nederland heel anders tegenover haar dan in Brazilië. En het grootste probleem was dat hij van dat kind af wilde. En in het laatste telefoontje, een paar dagen voordat zij is overleden... het laatste telefoontje wat zij pleegde naar huis... daarin vertelde zij ook van ja, hij wil het kind niet. Hij wil dat ik abortuspillen inneem. Dat weiger ik uiteraard, want 8 maanden zwanger... dat gaat natuurlijk helemaal niet meer om dan je kind weg te halen. En daarom zijn zij ervan overtuigd door haar telefoontje... dat hij haar heeft gedwongen. En justitie denkt dat voorlopig ook, want hij zit vast en hij blijft voorlopig ook vast. Ja, Van E. blijkt ook een bekende pensioendeskundige te zijn, hè? Regelmatig op televisie geweest. Maakt dat dan de schok extra groot? Nou, ik moet zeggen, toen ik voor het eerst zag wie hij was, dan ga je je wel onmiddellijk afvragen hoe kan dat, zo'n kerel die zijn leven op het oog prima op orde heeft, 48 jaar financieel. Was hij zelfs zo onafhankelijk dat hij gestopt was met werken. In ieder geval voor een tijd. Oh, mijn kat begint zich te bewegen hier. Maar. Je vraagt je wel echt af... wat bezielt zo'n kerel om zijn 8 maanden zwangere vriendin te aborteren? Of tenminste om dat kind te proberen weg te halen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ja, dit kon alleen maar slecht aflopen. Dus, maar goed, hij is nog maar verdachte. Hè? We weten niet hoe het precies gegaan is. Zijn advocaat wil helaas niks vertellen. Dus zijn verklaring is tot nu toe... die kennen we niet. Nee, er wordt nog flink gezwegen. Patricia en haar ongeboren zoontje zijn inmiddels begraven in Brazilië. Maar ze had ook al 2 andere zonen. Ja, wat gebeurt er nu met hen? Ja, wist ik het maar. Zij woonde daar samen met haar zus, haar 2 kinderen, nog wat neefjes en nichtjes en de ouders. Tenminste, haar moeder in ieder geval. Er wordt geld voor ze ingezameld. Er is, begreep ik, in Brazilië in ieder geval al 4000 euro ingezameld. En ook hier in Nederland is inmiddels een actie gestart. Het zal natuurlijk in eerste instantie niet genoeg zijn om die kinderen de rest van hun leven te helpen. Maar er wordt in ieder geval geld ingezameld om voor die 2 kinderen, die zijn 8 en 9 jaar, om daar nog een, hier voor de komende tijd een toekomst te bieden. Ja, oké, nou dankjewel Victor. Alsjeblieft. Om geld op te halen voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam doen de zussen Eckhart mee aan de Noordkaap Challenge. Hierbij trotseren ze bittere kou tijdens hun tocht naar de noordelijkste spot van Europa. Verslaggever Jelle Akerboom is in Amsterdam-Noord. Jelle, wanneer vertrekken ze? Nou, dat is al bijna. Om 8:30 gaan ze hier van start. De reis duurt 2 weken in totaal. En je moet steeds een etappe halen. Er is steeds een eindpunt die ze moeten halen. Vandaag Kopenhagen staat op het programma. 900 kilometer rijden alweer. In totaal is de reis, dames, 7000 kilometer. Gaat dat goed met z'n tweeën? 2 zussen in een auto? Ja, dat hopen we wel. We hebben eigenlijk speciaal deze challenge uitgekozen omdat we zo lang bij elkaar in de auto zitten. Want we hebben heel veel bij te kletsen en we hebben het eigenlijk heel druk met gezinnen en werk. Dus nu hebben we alle tijd om alle roddels uit te wisselen. Marjan, vind je het spannend? Niet heel erg, een beetje. Wat de auto betreft, ik zie hier allemaal enorme auto's om me heen staan. En die van ons is toch eigenlijk wel vrij gewoon. Dus ja, ik hoop dat hij het volhoudt. Ja. En, met een gewone gezinsbak, zeiden jullie net, moeten jullie die kant op. De omstandigheden zijn erbarmelijk. We staan nu ook al in de ijzige kou in Nederland, maar het wordt veel erger. Wat staat jullie allemaal te wachten?
Ja, het kan op sommige plekken min 32 worden, min 30. En we moeten ook opdrachten doen zoals wakduiken en wakvissen. Allerlei dingen in de sneeuw. Dus we hebben getraind bij Wim Hof. Dus we hebben koude training gedaan. De Iceman. De Iceman, die kan 10 minuten geloof ik in de kou zitten. Wij iets minder lang, maar we hebben wel getraind echt op de kou. Dus dat gaat lukken. Ja, waar kijk je het meest tegen op, Marjan? Niet eens zo tegenop. Ik heb er vooral heel veel zin in. Heel veel zin in, ja. En jullie doen het natuurlijk allemaal voor een goed doel. Kan je daar iets over vertellen? Ja, wij doen dit voor het kinderhersencentrum van het Sophia Kinderziekenhuis. Die doen onderzoek naar hersenen, hoofd, zintuigen bij kinderen die dat nodig hebben. Hersenen zijn heel complex en we weten al heel veel. De ontwikkelingen gaan snel, maar we weten nog niet genoeg. Dus in het hersenkinderlab gaat onderzoek gedaan worden naar hersenen van de kinderen. En hier behandelingen voor te maken. Ja. Heel mooi doel. Hoe kunnen de mensen jullie nog helpen? Ja, mensen kunnen nog steeds doneren. Dat kan via de website van de Noordkaap Challenge. Noordkaapchallenge.com. Wij zijn Team 100, Sisters Act. Helemaal goed voor de kerst weer thuis, dames. Dan weten we niet, want we hebben gezegd, we gaan hoe dan ook de Noordkaap halen. Ook als de auto het niet doet, we gaan dat halen, maar misschien komen we dan wel iets later thuis. Helemaal goed. Ik wens jullie heel veel succes. Wij gaan de warmte opzoeken, Jora. 22 teams starten hier strakjes om 8:30 richting de Noordkaap. Islamitische staat is niet dood, maar weer in opmars. Na het verlies van het kalifaat in het Midden-Oosten wint de terreurorganisatie terrein in de straatarme Sahel met Mali als speerpunt. Ja, verslaggever Bob van Uet, we hadden allemaal zoiets. IS is toch eindelijk verslagen? Ja, dat is wat Donald Trump regelmatig roept, ja. Maar dat blijkt dus niet zo. In Irak zelf zijn er weer problemen. Maar het belangrijkste is dat veel van die IS-strijders naar andere plekken in de wereld gaan en daar eigenlijk doorgaan met wat ze al deden. En een van die plekken, een hele kwetsbare plek, dat is die Sahelzone, wat je zei. Dus onder Noord-Afrika, hè, heb je zo'n woestijngebied. Nou, daar zitten ze. Ja, en ze zoeken altijd armere plekken op om hun terrein te winnen. Ja, het is een helaas klassiek verhaal. Je hebt Mali, dat is een arm land, ook een heel groot land, een langgerekt land. En dan heb je een centrale regering, die zit in het zuiden. En in het noorden heb je allerlei stammen, groepen, Tuaregs in dit geval. Dat zijn die woestijnruiters. Hè. En die hebben ook hun wensen, die willen ook onafhankelijkheid. Nou, dan krijg je dus een strijd tussen het centrale, de regering in het zuiden en die Tuaregs in het noorden. En daar, dat is precies waar al die islamitische groepen, die kunnen daarvan profiteren. Die gaan de ene partij steunen, de andere. Ja. En geleidelijk worden zij daar de baas. En dan krijg je de sharia. Sorry. Ja. En dan loopt het uit de hand. En hoe is het daar nu inmiddels, daar in dat gebied? Nou, dat is een gevaarlijk gebied geworden. Want volgend jaar komt er een rapport van de VN uit over dat gebied. Nou, deze week is daar al wat over bekend geworden. En daar wordt gewaarschuwd dat dit misschien wel het tweede kalifaat kan worden. Dus dan krijg je dus weer een regime van hele strenge moslims. Dan gaan er misschien ook weer mensen uit Nederland die kant op. Weet je wel, het lijkt een beetje op een herhaling van wat we al gehad hebben. En het grote probleem daar is dat dat gebied, dat strekt zich uit over 3 verschillende landen. Je hebt Niger, je hebt Mali en je hebt Burkina Faso. Nou, ga daar maar eens mensen opsporen. Het is heel lastig. En die jihadisten die nu in Mali zitten, of in de Sahel, zijn dat hetzelfde soort mensen als die in Syrië zaten? Dat, voor een deel zitten daar ook veteranen uit Syrië bij. Er zijn ook mensen die uit Libië, dus Libië ligt net boven Mali. Nou, in Libië is het al een hele tijd een puinhoop, zeg maar, ook met allerlei islamitische groepen. Die gaan dan naar het zuiden. Ja, en die zijn zich daar allemaal weer aan het groeperen. En daar zijn hele grote zorgen over in Europa en in de Verenigde Staten en in heel Afrika ook natuurlijk. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Het is natuurlijk voor ons allemaal zorgwekkend dat het daar weer is ontstaan. Nu strijdt Frankrijk al lang mee daar in Mali. Nederland heeft ook een tijdje meegestreden, zich weer teruggetrokken. Nu zijn ze opnieuw opgeroepen om mee te strijden. Dat verzoek is afgewezen. Ja. Waarom?
Nou, Frankrijk is daar inderdaad, het is een oude Franse kolonie. Hè, is er al heel lang aanwezig, heeft er ook allerlei militaire basis en vecht tegen die jihadisten. Dat heeft al 44 Franse soldaten zijn daarbij omgekomen. Nederland heeft 5 jaar lang meegedaan, had een verkenningsmissie in dat gebied samen met de Fransen. Daar zijn overigens 4 Nederlandse soldaten ook gesneuveld. Verzoek van de Fransen was doe mee nog een keer en dat is door Nederland toch afgewezen. Dat zou dan een trainingsmissie zijn. Nederland gaat andere dingen doen, bijvoorbeeld olietankers beschermen in de straat van Hormuz, hè, bij Iran. En hier was geen ruimte voor, maar ik vrees toch dat dit terug gaat komen. Dat we over een paar jaar toch weer een verzoek zullen krijgen en dan misschien wel steviger om daar mee te doen. En wordt dit nu niet één grote herhaling van zetten? Dat lijkt erop. Daar is iedereen erg bang voor. Amerikanen zijn hier ook heel erg bang voor. Ja, dus sowieso niet meer luisteren naar het fake nieuws van Donald Trump. Hè, dat de IS is verslagen. Nee, want dat is absoluut niet het geval. Nee, zeker niet. Nee. Nou, Bob, dank je wel voor je uitleg. Okay. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een natte dag met veel bewolking. En helaas ook een stevige wind. Het wordt 8 tot 11 graden. En we zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow to go. De 19-jarige Daniel Buter uit Amsterdam dreigt het land uit te worden gezet. Toen hij een paspoort wilde aanvragen voor zijn studie, kwam Buter erachter dat hij geen Nederlandse nationaliteit heeft en dus illegaal in het land verblijft. Sindsdien zit hij in de gevangenis in Rotterdam. Juridisch adviseur Maroua Ben Salah staat Daniel en zijn familie bij. Ja, Daniel is van Dominicaanse komaf en is geboren in Nederland. Hoe komt het dat hij dan nu pas ontdekt dat hij de nationaliteit niet heeft van Nederland? Ja, goedemorgen. Dat is een goede vraag. Daniel die is dus naar de basisschool gegaan. Ja. Vervolgens naar de middelbare school gegaan. En op het moment dat hij wilde doorstuderen, had hij echt een officiële document nodig. Sorry. En dat is hij toen gaan aanvragen bij de gemeente. Zonder enig benul. En op het moment dat hij dat is gaan doen, is zijn identiteit vastgesteld en is er een melding gedaan bij de IND. Ja, hij is dus opgegroeid bij zijn oma. Wist zijn oma er hier ook niks van af? Nee, zijn oma die bleef achter met Daniel toen hij 3 was, want hij is door zijn ouders eigenlijk achtergelaten. Vervolgens heeft hij contact opgenomen met iemand van de gemeente met de vraag, joh, wat moet ik allemaal regelen voor mijn kleinzoon, want die komt bij mij wonen. Ja. Die hebben haar aangegeven dat hij een BSN-nummer had destijds en een paspoortnummer. En dat hij zich gewoon, zoals elk ander jongere, kan inschrijven voor een basisschool. En dat heeft ze voor hem gedaan. Daniel is ook nooit ziek geweest of op vakantie geweest om te kunnen zeggen dat hij een document nodig heeft om zich te legitimeren. Hij heeft een schoolpas gehad, overal waar hij ging en zich toch moest legitimeren, had hij een schoolpas. Ja. En dat was meestal ook voldoende, dus hij heeft nooit problemen ook gehad. Is ook nooit in aanraking met politie of justitie geweest om te kunnen zeggen dat hij echt daadwerkelijk zich moest legitimeren. Nee, en nu zit hij dus in die gevangenis in Rotterdam. Hoe gaat het met hem? Ja, dat verandert eigenlijk continu. Eén moment heeft hij het wel echt moeilijk. En dat is voornamelijk als hij het contact met de buitenwereld een beetje verliest. Ja. Dus als hij niet kan bellen. Dan merken we wel dat hij echt down is. Omdat hij het moeilijk heeft. Veel aan zijn oma ook denkt. Omdat hij dus ook de verzorging van oma deed. En dat houdt hem wel bezig. Dus hij vindt het ook heel spannend dat hij daar is. Hij vindt het ook een beetje eng. Maar voornamelijk dat hij niet weet wat er hierna gaat gebeuren. Daar zit hij echt heel erg mee. Dat houdt hem gewoon wakker. Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Burgemeester Femke Halsema wil er alles aan doen om Daniel in Nederland te houden. Geeft dat een beetje hoop? Ja, dat geeft wel hoop. Ik heb gisteren de woordvoerder van Femke Halsema ook gesproken. En ze hebben echt nadrukkelijk gezegd dat ze echt alles op alles zullen zetten om dit te voorkomen. Maar er is ons ook duidelijk gemaakt dat zij niet alle macht in handen hebben natuurlijk. Dus in die zin blijven wij vragen om zoveel mogelijk mensen de petitie te laten tekenen. En vragen wij ook gewoon alle aandacht ook nog steeds op. Van de IND voornamelijk ook, van de rechter ook, om ervoor te zorgen dat Daniel in elk geval in vrijheid zijn zaak mag afwachten.
Ja, in februari krijgt Daniel dan te horen of hij mag blijven of niet. Welke stappen gaan jullie nog meer ondernemen tot die tijd? Ja, ik kan daar niet heel veel over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat wij in elk geval op het moment dat Daniel vrij is een nieuwe aanvraag gaan indienen. En dat is dan dit keer voor de Nederlandse nationaliteit en niet voor gezinshereniging. Omdat Daniel ook echt hier in Nederland is geboren. Ja. En ja, een Nederlander is. Marua, dank je wel. Graag gedaan. Nederlandse IS-vrouwen wenden zich tot de allerhoogste rechter. Ze willen zo terugkeer van zichzelf en hun kinderen afdwingen. Hun advocaten willen aantonen dat het Hof het niet kan maken ze in detentiekampen in Syrië aan hun lot en mogelijk martelingen over te laten. André Sebrecht, woordvoerder namens de advocaten van de IS-vrouwen. Ja, jullie gaan nu naar de Hoge Raad. Heeft dat nog wel zin? Ja, dat denken we wel. Deze laatste rechter, die heeft geoordeeld dat de overheid in redelijkheid kon komen tot het beleid om deze vrouwen niet op te halen. En wij vinden dat een onbegrijpelijk oordeel. Met name gezien het feit dat deze kinderen gemarteld dreigen te worden als ze in handen komen van Assad. Die heeft veel vaker kinderen gemarteld, zo blijkt uit rapporten van Amnesty, Human Rights Watch, dat soort organisaties. Daarnaast zijn er al heel veel kinderen doodgegaan vorige winters. De winter komt er nu weer aan en is er ook heel veel geweld in de kampen. Dus die kinderen die lopen heel ernstig gevaar. Ja, jullie gaan het dus nu nog hoger opzoeken. Denk je dat dat dan zin heeft om dat aan te tonen, dat het dus in redelijkheid tot beleid is gekomen? Ja, want deze hoogste rechter kijkt of het oordeel van de vorige rechter begrijpelijk is. En wij vinden dat oordeel niet begrijpelijk, gezien deze omstandigheden. Gezien de omstandigheid dat er kinderen gemarteld dreigen te worden, vinden we het geen begrijpelijk oordeel. Ja, wanneer krijgen de kinderen van de IS-vrouwen nu te horen of ze wel of niet terug mogen? Nou, wij hebben gevraagd aan de Hoge Raad om deze procedure zo snel mogelijk te behandelen. Op z'n allervroegst zou dat in januari zijn dat we een uitspraak zouden hebben. En dan moet het weer terug naar een lagere rechter. Dat zal ook weer een paar weken duren. Dus misschien februari of zo, op z'n vroegst denk ik. En stel die uitspraak komt uit in jullie voordeel. Wanneer kunnen we dan deze vrouwen en kinderen hier terug verwachten in Nederland? Ik denk op z'n vroegst in februari zouden we de vrouwen en de kinderen hier kunnen verwachten. Oké, dankjewel André Sebrecht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet reageren op de ontwikkeling, omdat de zaak opnieuw onder de rechter is, laat een woordvoerder weten. Je kerstboom huren in plaats van kopen is de nieuwe duurzame hype voor kerstmis. Sinterklaas is het land nog niet uit of de meeste kerstbomen zijn inmiddels al verhuurd. Lenneke Veenstra van Stichting Kerstbomenverhuur Utrecht. Ja, mijn boom wilde ik serieus dit weekend gaan neerzetten. Ik wilde er een aanschaffen en dan gewoon lekker optuigen. Maar is het nog mogelijk om er eentje bij jou te huren? Ja, bij ons kan het nog wel. We hebben er inmiddels zo'n 600 al verhuurd op 2 locaties in Utrecht. En het is wel zo dat je ze bij ons alleen op 14 december op kan halen. Dus je reserveert ze van tevoren en dan kun je ze op 14 december ophalen. En wat maakt de huur nou zoveel beter? Nou ja, deze bomen die worden vlak voor de kerst, niet vlak voor de kerst, maar ergens in komende week worden die uit de grond gehaald. En je huurt ze, dan mogen ze 3 weken bij je thuis staan voor een vrolijke kerst. En daarna worden ze weer terug in de grond gezet op een landgoed en dan worden ze bos. Dus het is gewoon geen verspilling van bomen, daar komt het op neer. En dan huur je ze, neem ik aan, met zo'n enorme kluit eraan en dan komen die ze weer ophalen? En nee, je mag ze ook weer terugbrengen. Oh. Dus op 1 dag in het nieuwe jaar, op 4 december om precies te zijn, dan breng je hem weer terug naar de locatie waar je hem ook hebt opgehaald. En daar worden ze weer meegenomen en gaan ze het bos in. Hey, en wat kost dat nou even, zo'n kerstboom huren? Nou, bij ons kosten ze €28 en dan betaal je €5 statiegeld op die boom. Ja. En die €5 krijg je dus weer terug op het moment dat je de boom weer inlevert. Nou, ik vind dat best wel een goede deal, want €28 zou je ook uitgeven aan een kerstboom die je daarna, weet ik veel waar, neerlegt. Ja, precies. Het is een hele marktconforme prijs. En daarbij is het, ja, het is ook zo, weet je, wij doen dit vrijwillig. Wij doen dit gewoon puur voor het milieu. Dit is de prijs die we kunnen bieden. Nou, mooi initiatief, Lenneke. Dank je wel en nog heel veel succes. Nou, dank je wel. Yeah.
in de week dat Opzij haar benoemde tot meest invloedrijke mediapersoon en ze in de Media 100-lijst met stip op nummer 15 binnenkwam, is ze gewoon weer bij mij, Angela de Jong. Nou, dat is wel wat, hè. Nogmaals, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik krijg er een beetje warm van. Ik sta hier echt gewoon met... Ik kijk me nu heel anders aan, natuurlijk. Ik kijk je gewoon heel anders aan. Ik wil straks gewoon een aantekening. Ik zou het niet te veel... Nee. Doe maar normaal, doen we al gek genoeg. Nou, even natuurlijk Sinterklaasavond gisteravond. Ja. Heb je gekeken? Ik heb gekeken. Naar allebei de shows. Op NPO 1 en bij RTL 4. En we gaan even een stukje kijken van RTL 4. Dat was namelijk Paul de Leeuw en Sint. The Masked Singer. Oh, wie zou dat nou zijn? Jode, lady, lodi, lady, lodi, lodi. Een enorme dolle boel daar. Chaos, bij Paul de Leeuw. Chaos. Ja, maar dat weet je bij hem. Ja, ja. Hij had natuurlijk concurrentie, hè, van de NPO. Duurtje Blok. Ja. Hoe zit het met de kijkcijfers? Paul de Leeuw heeft gewonnen. 1,3 miljoen kijkers. Ietsjes minder dan vorig jaar. Maar je ziet dus wel dat hij voor heel veel mensen bij Sinterklaasavond hoort. Net als een pan erwtensoep, een stapel cadeautjes en een gedicht van ome Jan zijn twee linkerhanden. Ja. Wat altijd weer terugkomt. Duurtje Blok had er 1,1 ja, zo ongeveer. Dus Paul heeft het net gewonnen. Ja. Ik vond alleen wel, toen ik heb ze allebei zitten kijken. En eerst die op NPO 1, want die kwam met Hoofdpiet en Diewertje Blok. En mijn jongste liep nog rond, die nog heel erg gelooft. Dat was redelijk te doen met kinderen, want dat was een verlengde van het Sinterklaasjournaal. En daar waren drie hulp Sinterklaasen die een quizje speelden. Paul vond ik om 8:30 s'avonds wel een beetje gewaagd, hoor. Met heel veel kinderen die nog rondliepen. Met Sint die aan het lachgas ging. En waar termen vielen als buttplug en natte poes en maar op. Dus jij was de rest van de avond bezig om je kinderen uit te leggen hoe dat allemaal zat? Nee. Ik heb het gekeken toen de jongste naar bed was. Oh, wat goed. Ja. Heel verstandig, ja. Nou, dat was dus Sinterklaas. We gaan even vooruitblikken naar het komende televisieweekend. Waarin we namelijk zaterdagavond getrakteerd zullen gaan worden op de eenmalige terugkeer van Kopspijkers. Na bijna 15 jaar is het satirische VARA-programma terug. Uiteraard onder leiding van Jack Spijkerman. En we hebben Jack aan de lijn. Jack, goedemorgen. Een oprecht goedemorgen. Jij hebt de complete oude ploeg weer bij elkaar gekregen voor deze revival. Ja. Hoe voelt het om weer samen met hun Kopspijkers te maken? Nou, dat voelt heel goed. Kijk, de cabaretiers onder elkaar hebben altijd een hele goede band. Dus we zien elkaar sowieso wel regelmatig of bij voorstellingen van elkaar. Maar het was wel leuk toen er het gerucht ging dat we misschien een eenmalige Kopspijkers gingen maken. Zo'n beetje alle cabaretiers zich melden met we doen mee en ik doe mee en ik doe mee. Zelfs mijn oude redacteuren, de oude opnameleider. De ploeg is gewoon helemaal compleet. Nou, wel geweldig. Het was natuurlijk een legendarisch programma. Ja, ik keek ook elke week. Angela de Jong is hier, die keek ook elke week. Hoogtijdagen toenertijd voor jullie. Wekelijks 3,5 miljoen kijkers. Ja. De verwachtingen van het publiek zijn nu natuurlijk ook heel hoog. Voelt dat als een druk? Nee, ik heb zo'n groot vertrouwen in die cabaretiers dat wel goed komt. We hebben aan het Kopspijkerspel Brigitte Kaandorp en Bert Visser staan. We hebben twee cabarettafels deze keer. Want we beginnen met een ouderwetse, zoals we het in het begin deden, met Peter Heerschop, Viggo Waas en Hans Sibbel. En we eindigen met een typetjestafel. We hebben bijzondere gasten. Kijk, 2 minuten voordat ik moet beginnen, zal ik wel zenuwachtig zijn. Maar nu hebben we gewoon verschrikkelijk veel lol weer met het schrijven. Alsof we vorige week ook nog bij elkaar zaten. Ja, jullie maken natuurlijk jullie uitzending altijd op basis van het nieuws. En ik ben nu benieuwd, kan je alvast een tipje van de sluier geven welke figuren voorbij gaan komen aankomende zaterdag? Nee? Nee, dat hebben we de hele tijd stilgehouden. Ah. Er komen allemaal nieuwe types komen eraan. Dat vond ik ook wel stoer dat ze zeiden, we gaan er een heleboel nieuwe doen. Maar de onderwerpen, die zijn natuurlijk het nieuws van deze week. Dat is nogal breed. Dat loopt van een protestdemonstratie bij mevrouw Halsema voor de deur tot boeren en Duindorp en noem maar op. Ja. Nou, ik ben benieuwd in ieder geval. wij kijken er naar uit. Maar stel, het wordt nu weer een succes. Zit er dan een terugkeer in? Nee. Oh. We hebben gezegd, we doen het 1 keer. En kijk, ieder heeft zijn eigen... Owen Schumacher en Paul Groot hebben hun Koefnoen. Peter Heerschop heeft zijn televisieprogramma's. Je ziet overal tegenwoordig leuke fragmenten... waar toch een groot deel van het programma op gebaseerd was. Daarnaast typetjes, hè, Carlo Bossa doet dat ook fantastisch.
Ja, wij hebben iets dat we zeggen, nee, we doen het één keer. Ja, maar stel, Jack, even hoor. Ja. Stel, want ik kijk er echt naar uit. Ik mis het wel, even kopspijkers. En stel, er kijken gewoon weer 3,5 miljoen mensen naar aankomende zaterdag. Denk je dan niet toch, ja, maar dit publiek wil dat gewoon. Ja, maar dat is ook omdat je uit nostalgie dan kijkt. Maar ik verwacht ook niet zoveel kijkers. 3,5 gaat niet meer, hoor. Nee, verre van dat. We kijken niet eens met 3,5 miljoen mensen televisie op zaterdag. Nou, Angela is cynisch hiernaast. Nee, helemaal niet. Ik denk dat hier wel heel veel mensen naar gaan kijken. Maar 3,5 miljoen, dat is echt 10 jaar geleden. Nou, nee, dat haal je ook niet. En bovendien hangt ook nog een beetje af van de lead in. En wat is er nog meer? En wij hebben het toen opgebouwd naar de 3,5 miljoen. Dat moet je nu in ene doen. Dus nee, het antwoord is nee, we doen het één keer. Eén keer. Nou, in ieder geval kijken wij er allemaal naar uit. Naar de ouderwetse zaterdagavond met kopspijkers. En dat kan je zien om 9:30 op NPO 1. Bedankt en alvast heel veel succes, Jack. Dankjewel, groeten. Doei. Ja, Angela, die 3,5 miljoen kijkers gaan ze niet halen. Maar even, de DWDD Heimwee is natuurlijk wel een goed concept. Want heb jij niet ook gewoon heimwee naar kopspijkers? Nou, ik vind wel dat je dit amusement maar mondjesmaat krijgt bij de publieke omroep. Je hebt natuurlijk Even tot Hier, maar dat is nu alweer afgelopen. Je hebt Arjan Lubach, dat is volgens mij ook komende zondag alweer de laatste. Dan is dat ook nog, wordt het tegelijk uitgezonden in een weekend. Ja. En daarna heb je weer een hele tijd niks. Ja, dit was het nieuws, vind ik ook heel leuk. Maar dit vind ik eigenlijk wel dat je dit op wekelijkse basis bij een publieke omroep zou moeten hebben. Gewoon satire over de week en politici die de maat worden genomen. We hebben natuurlijk wel Even tot Hier gehad. Hè? Dat vind ik heel erg leuk. Maar dat is nu 7 keer. En ik hoorde ze van de week bij Pauw zeggen dat ze pas in april weer terugkomen. Ja. Dat snap ik heel goed, want het is een onwijs bewerkelijk format. En ik kijk het iedere week met heel veel plezier. Maar ja, je wil eigenlijk wel zoiets iedere week. Gewoon de actualiteit die op een leuke, creatieve manier beetgepakt wordt. Ja. En dat jij ook eens na wordt gedaan, dus misschien ook... Nou, dat hoeft niet per se, wat mij betreft. Nou, het is wel leuk om de mensen dan uit deze tijd... Je bent nou mediavrouw van het jaar. Hou op. Ik verheug me op Thierry Baudet en Theo Hiddema. Ja, inderdaad. Nee, en dan niet meer de koningin, maar Amalia. Dat iemand Amalia weer nadoet. Ja, ik denk dat er veel stof is om daar iets over te maken. Maar goed, terwijl ze op de NPO 1 teruggaat naar de tijd... doet SBS dat zaterdagavond min of meer ook... met Dancing on Ice, dat uit de mottenballen is gehaald. The greatest show on ice. Dancing on ice. Pirouetje, een overstapje, achterwaarts overstapje. Het ging allemaal wel goed. Ik stond wel van mezelf te kijken, want ik... Ik durfde nooit over te stappen in een bocht. Dat vond ik altijd doodeng. En nu stap ik al over. Ja, zo te zien hebben ze de Expeditie Robinson-leden zover gekregen om het ook eens koud te hebben. En de vaste mensen die in dit soort programma's opdraven. Exact. Zoals een van de Roelvinkjes en Donner. Die daarvan leven. Maar zo'n programma valt of staat wel met zo'n cast. Wat denk je dat dit gaat worden? Ik vind het een beetje lastig inschatten. Want je ziet dat nostalgie echt wel... Retro-tv scoort echt wel. Ja. En dan is het ook nog het nostalgiegevoel wat je hebt... dat je nu weer twee ijsshows tegen elkaar hebt. Ja, precies, want je hebt ook NPO1. De ijzersterkste. Ja. Maar goed, dat is lange baan schaatsen. Ja, maar toch. Maar het idee is wel een beetje, het gevoel is wel een beetje hetzelfde. Ja, ik weet het niet. Ik had nog niet iemand in de kast waarvan ik dacht... nou, daar ben ik nou heel benieuwd naar hoe hij dat gaat doen op het ijs. Maar misschien zitten er toch heel veel mensen klaar... en te wachten op dat soort amusement. Maar ja, weet je, de trend is een beetje dat Nederland klaar is... met BN'ers die kunstjes doen. Ja, maar ze blijven maar wel komen, hè? Ja. Vooral de commerciële hebben dat nog niet helemaal door. Nee. Maar we gaan het zien. We gaan het zien, inderdaad. Tot slot, aanstaande maandag wordt de omroepvrouw of man bekendgemaakt. Ja. Bo van Erven Doris mag het stokje gaan overgeven aan iemand anders. Ja, wie gaat het worden, denk je? Nou ja, het is altijd koffiedik kijken. En ik heb er pas met mijn collega's over zitten filosoferen. En we kwamen eigenlijk op twee namen. Ja. Jeroen Pauw. Ja. Die is natuurlijk 13 jaar lang herenmeester op de late avond. Speelt nu met het idee om te gaan stoppen, is het gerucht. Oh. Dus ik vind dat wel een mooi moment om in het zonnetje te zetten. Hij heeft het ook nog nooit gewonnen, want je kan het maar één keer winnen, behalve als je John de Mol bent. Dus dat zou op zich wel een mooi moment zijn, denk ik nu. En anders Vincent Tervoort van Vincent TV. De producent van programma's als Martin Meiland, Bo 5 Days Inside, Rijdende Rechter. Ja. Die is in korte tijd enorm belangrijk geworden voor heel veel zenders, vooral ook SBS. En hij heeft 2 keer achter elkaar de televisiering gewonnen. Ik vind wel hem de meest opvallende speler in het veld op het moment.
En vrouwen? Moeten even ons feminisme laten gelden hier, Angela? Ja, ik vind het een... Eigenlijk hoop je bij dit soort prijzen altijd dat er iemand uit de bus komt die je niet verwacht. Maar ja. Nu zie ik niet een vrouw waarvan ik denk, nou, dat zou een omroepvrouw van het jaar moeten worden. Nee. Nee, dus de vrouwen die hebben het nog even te nakijken volgens jou. Nou, we hebben in het recente verleden Floortje Dessing gehad, ja. Eva Jinek. Dus het is redelijk... Ja, die vrouwen moeten nou even hun mond houden. Die zijn wel aan bod geweest. Hoe heet het? Laten we iedereen gewoon op zijn merites beoordelen. Dat vind ik eigenlijk absoluut belangrijk. Ik zie nu geen vrouwen waarvan ik... Maar ik wie weet, slaan vergeten we gewoon nu echt iemand. Dat is altijd het lastige met zo'n prijs. Maar ja. Als ik mijn geld ergens moet opzetten, zet ik mijn geld op die twee in. Ja. Nou, we gaan het meemaken, Angela. Dank je wel. En dan nog het weer van vandaag. Het wordt namelijk een natte dag met veel bewolking en een stevige wind. En het wordt 8 tot 11 graden. En wij zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow to go. De 19-jarige Daniel Buter uit Amsterdam dreigt het land uit te worden gezet. Toen hij een paspoort wilde aanvragen voor zijn studie, kwam Buter erachter dat hij geen Nederlandse nationaliteit heeft en dus illegaal in het land verblijft. Sindsdien zit hij in de gevangenis in Rotterdam. Juridisch adviseur Maroua Ben Salah staat Daniel en zijn familie bij. Ja, Daniel is van Dominicaanse komaf en is geboren in Nederland. Hoe komt het dat hij dan nu pas ontdekt dat hij de nationaliteit niet heeft van Nederland? Ja, goedemorgen. Dat is een goede vraag. Daniel die is dus naar de basisschool gegaan. Ja. Vervolgens naar de middelbare school gegaan. En op het moment dat hij wilde doorstuderen, had hij echt een officiële document nodig. Sorry. En dat is hij toen gaan aanvragen bij de gemeente. Zonder enig benul. En op het moment dat hij dat is gaan doen, is zijn identiteit vastgesteld en is er een melding gedaan bij de IND. Ja, hij is dus opgegroeid bij zijn oma. Wist zijn oma er hier ook niks van af? Nee, zijn oma die bleef achter met Daniel toen hij 3 was, want hij is door zijn ouders eigenlijk achtergelaten. Vervolgens heeft hij contact opgenomen met iemand van de gemeente met de vraag, joh, wat moet ik allemaal regelen voor mijn kleinzoon, want die komt bij mij wonen. Ja. Die hebben haar aangegeven dat hij een BSN-nummer had destijds en een paspoortnummer. En dat hij zich gewoon, zoals elk ander jongere, kan inschrijven voor een basisschool. En dat heeft ze voor hem gedaan. Daniel is ook nooit ziek geweest of op vakantie geweest om te kunnen zeggen dat hij een document nodig heeft om zich te legitimeren. Hij heeft een schoolpas gehad, overal waar hij ging en zich toch moest legitimeren, had hij een schoolpas. Ja. En dat was meestal ook voldoende, dus hij heeft nooit problemen ook gehad. Hij is ook nooit in aanraking met politie of justitie geweest om te kunnen zeggen dat hij echt daadwerkelijk zich moest legitimeren. Nee, en nu zit hij dus in die gevangenis in Rotterdam. Hoe gaat het met hem? Ja, dat verandert eigenlijk continu. Ene moment heeft hij het wel echt moeilijk. En dat is voornamelijk als hij het contact met de buitenwereld een beetje verliest. Ja. Dus als hij niet kan bellen. Dan merken we wel dat hij echt down is. Omdat hij het moeilijk heeft. Veel aan zijn oma ook denkt. Omdat hij dus ook de verzorging van oma deed. En dat houdt hem wel bezig. Dus hij vindt het ook heel spannend dat hij daar is. Hij vindt het ook een beetje eng. Maar voornamelijk dat hij niet weet wat er hierna gaat gebeuren. Daar zit hij echt heel erg mee. Dat houdt hem gewoon wakker. Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Burgemeester Femke Halsema wil er alles aan doen om Daniel in Nederland te houden. Geeft dat een beetje hoop? Ja, dat geeft wel hoop. Ik heb gisteren de woordvoerder van Femke Halsema ook gesproken. En ze hebben echt nadrukkelijk gezegd dat ze echt alles op alles zullen zetten om dit te voorkomen. Maar er is ons ook duidelijk gemaakt dat zij niet alle macht in handen hebben natuurlijk. Dus in die zin blijven wij vragen om zoveel mogelijk mensen de petitie te laten tekenen. En vragen wij ook gewoon alle aandacht ook nog steeds op. Van de IND voornamelijk ook, van de rechter ook, om ervoor te zorgen dat Daniel in elk geval in vrijheid zijn zaak mag afwachten. Ja, in februari krijgt Daniel dan te horen of hij mag blijven of niet. Welke stappen gaan jullie nog meer ondernemen tot die tijd?
Ja, ik kan daar niet heel veel over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat wij in elk geval op het moment dat Daniel vrij is een nieuwe aanvraag gaan indienen. En dat is dan dit keer voor de Nederlandse nationaliteit en niet voor gezinshereniging. Omdat Daniel ook echt hier in Nederland is geboren. Ja. En ja, een Nederlander is. Marua, dank je wel. Graag gedaan. Nederlandse IS-vrouwen wenden zich tot de allerhoogste rechter. Ze willen zo terugkeer van zichzelf en hun kinderen afdwingen. Hun advocaten willen aantonen dat het Hof het niet kan maken ze in detentiekampen in Syrië aan hun lot en mogelijk martelingen over te laten. André Sebrechts, woordvoerder namens de advocaten van de IS-vrouwen. Ja, jullie gaan nu naar de Hoge Raad. Heeft dat nog wel zin? Ja, dat denken we wel. Deze laatste rechter, die heeft geoordeeld dat de overheid in redelijkheid kon komen tot het beleid om deze vrouwen niet op te halen. En wij vinden dat een onbegrijpelijk oordeel. Met name gezien het feit dat deze kinderen gemarteld dreigen te worden als ze in handen komen van Assad. Die heeft veel vaker kinderen gemarteld, zo blijkt uit rapporten van Amnesty, Human Rights Watch, dat soort organisaties. Daarnaast zijn er al heel veel kinderen doodgegaan vorige winters. De winter komt er nu weer aan. En is er ook heel veel geweld in de kampen. Dus die kinderen die lopen heel ernstig gevaar. Ja, jullie gaan het dus nu nog hoger opzoeken. Denk je dat dat dan zin heeft om dat aan te tonen? Dat het dus in redelijkheid tot beleid is gekomen? Ja, want deze hoogste rechter kijkt of het oordeel van de vorige rechter begrijpelijk is. En wij vinden dat oordeel niet begrijpelijk, gezien deze omstandigheden. Gezien de omstandigheid dat er kinderen gemarteld dreigen te worden, vinden we het geen begrijpelijk oordeel. Ja, wanneer krijgen de kinderen van de IS-vrouwen nu te horen of ze wel of niet terug mogen? Nou, wij hebben gevraagd aan de Hoge Raad om deze procedure zo snel mogelijk te behandelen. Op z'n allervroegst zou dat in januari zijn dat we een uitspraak zouden hebben. En dan moet het weer terug naar een lagere rechter. Dat zal ook weer een paar weken duren. Dus misschien februari of zo, op z'n vroegst denk ik. En stel die uitspraak komt uit in jullie voordeel. Wanneer kunnen we dan deze vrouwen en kinderen hier terug verwachten in Nederland? Ik denk op z'n vroegst in februari zouden we de vrouwen en de kinderen hier kunnen verwachten. Oké, dankjewel André Sebrechts. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet reageren op de ontwikkeling, omdat de zaak opnieuw onder de rechter is, laat een woordvoerder weten. Je kerstboom huren in plaats van kopen is de nieuwe duurzame hype voor kerstmis. Sinterklaas is het land nog niet uit of de meeste kerstbomen zijn inmiddels al verhuurd. Lenneke Veenstra van Stichting Kerstbomen Verhuur Utrecht. Ja, mijn boom wilde ik serieus dit weekend gaan neerzetten. Ik wilde er een aanschaffen en dan gewoon lekker optuigen. Maar is het nog mogelijk om er eentje bij jou te huren? Ja, bij ons kan het nog wel. We hebben er inmiddels zo'n 600 al verhuurd op 2 locaties in Utrecht. En het is wel zo dat je ze bij ons alleen op 14 december op kan halen. Dus je reserveert ze van tevoren en dan kun je ze op 14 december ophalen. En wat maakt de huur nou zoveel beter? Nou ja, deze bomen die worden vlak voor de kerst, niet vlak voor de kerst, maar ergens in de komende week worden die uit de grond gehaald. En je huurt ze, dan mogen ze 3 weken bij je thuis staan voor een vrolijke kerst. En daarna worden ze weer terug in de grond gezet op een landgoed en dan worden ze bos. Dus het is gewoon geen verspilling van bomen, daar komt het op neer. En dan huur je ze, neem ik aan, met zo'n enorme kluit eraan en dan komen die ze weer ophalen? En nee, je mag ze ook weer terugbrengen. Oh. Dus op 1 dag in het nieuwe jaar, op 4 december om precies te zijn, dan breng je hem weer terug naar de locatie waar je hem ook hebt opgehaald. En daar worden ze weer meegenomen en gaan ze het bos in. Hey, en wat kost dat nou even, zo'n kerstboom huren? Nou, bij ons kosten ze €28 en dan betaal je €5 statiegeld op die boom. Ja. En die €5 krijg je dus weer terug op het moment dat je de boom weer inlevert. Nou, ik vind dat best wel een goede deal, want €28 zou je ook uitgeven aan een kerstboom die je daarna, neerlegt. Ja, precies. Het is een hele marktconforme prijs. En daarbij is het, het is ook zo, weet je, wij doen dit vrijwillig. Wij doen dit gewoon puur voor het milieu. Dit is de prijs die we kunnen bieden. Nou, mooi initiatief, Lenneke. Dank je wel en nog heel veel succes. Nou, dank je wel. In de week dat Opzij haar benoemde tot meest invloedrijke mediapersoon en ze in de Media 100-lijst met stip op nummer 15 binnenkwam, is ze gewoon weer bij mij, Angela de Jong. Nou, dat is wel wat, hè. Nogmaals,
Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik krijg er een beetje warm van. Ik sta hier echt gewoon met... Je kijkt me nu heel anders ja, aan natuurlijk. Ik kijk je gewoon heel anders aan. Ik wil straks gewoon een handtekening. Ik zou het niet te veel... Nee. Doen we al gek genoeg. Nou, even natuurlijk Sinterklaasavond gisteravond. Ja. Heb je gekeken? Ik heb gekeken. Naar allebei de shows. Op NPO 1 en bij RTL 4. En we gaan even een stukje kijken van RTL 4. Dat was namelijk Paul de Leeuw en Sint. The Masked Singer. Oh, wie zou dat nou zijn? Jode, lady, lodi, lady, lodi, lodi. Een enorme dolle boel daar chaos, bij Paul de Leeuw. Chaos. Ja, maar dat weet je bij hem. Ja. Hij had natuurlijk concurrentie hè, van ja. De NPO. Duurtje Blok. Ja. Hoe zit het met de kijkcijfers? Paul de Leeuw heeft gewonnen. 1,3 miljoen kijkers. Ietsjes minder dan vorig jaar. Maar je ziet dus wel dat hij voor heel veel mensen bij Sinterklaasavond hoort. Net als een pan erwtensoep, een stapel cadeautjes en een gedicht van ome Jan zijn twee linkerhanden. Ja. Wat altijd weer terugkomt. Duurtje Blok had er 1,1 zoiets, zo ongeveer. Dus Paul heeft het net gewonnen. Ja. Ik vond alleen wel, toen ik heb ze allebei zitten kijken. En eerst die op NPO 1, want die kwam met Hoofdpiet en Diewertje Blok. En mijn jongste liep nog rond, die nog heel erg gelooft. Dat was redelijk te doen met kinderen. Want dat was een verlengde van het Sinterklaasjournaal. En daar waren drie hulp Sinterklaasen die een quizje speelden. Paul vond ik om 8:30 s'avonds wel een beetje gewaagd hoor. Met heel veel kinderen die nog rondliepen met Sint die aan het lachgas ging. En waar termen vielen als buttplug en natte poes en maar op. Dus jij was de rest van de avond bezig om je kinderen uit te leggen hoe dat allemaal zat? Nee. Ik heb het gekeken toen de jongste naar bed was. Oh, wat goed. Ja. Heel verstandig, ja. Dat was dus Sinterklaas. We gaan even vooruitblikken naar het komende televisieweekend. Waarin we namelijk zaterdagavond getrakteerd zullen gaan worden op de eenmalige terugkeer van Kopspijkers. Na bijna 15 jaar is het satirische VARA-programma terug. Uiteraard onder leiding van Jack Spijkerman. En we hebben Jack aan de lijn. Jack, goedemorgen. Een oprecht goedemorgen. Jij hebt de complete oude ploeg weer bij elkaar gekregen voor deze revival. Ja. Hoe voelt het om weer samen met hun Kopspijkers te maken? Nou, dat voelt heel goed. Kijk, de cabaretiers onder elkaar hebben altijd een hele goede band. Dus we zien elkaar sowieso wel regelmatig of bij voorstellingen van elkaar. Maar het was wel leuk toen er het gerucht ging dat we misschien een eenmalige Kopspijkers gingen maken. Zo'n beetje alle cabaretiers zich melden met we doen mee en ik doe mee en ik doe mee. Zelfs mijn oude redacteuren, de oude opnameleider. De ploeg is gewoon helemaal compleet. Nou, wel geweldig. Het was natuurlijk een legendarisch programma. Ja, ik keek ook elke week. Angela de Jong is hier, die keek ook elke week. Hoogtijdagen toentertijd voor jullie. Wekelijks 3,5 miljoen kijkers. Ja. De verwachtingen van het publiek zijn nu natuurlijk ook heel hoog. Voelt dat als een druk? Nee, ik heb zo'n groot vertrouwen in die cabaretiers dat wel goed komt. We hebben aan het Kopspijkerspel Brigitte Kaandorp en Bert Visser staan. We hebben twee cabarettafels deze keer. Zo. Want we beginnen met een ouderwetse, zoals we het in het begin deden, met Peter Heerschop, Viggo Waas en Hans Sibbel. En we eindigen met een typetjestafel. We hebben bijzondere gasten. Kijk, 2 minuten voordat ik moet beginnen zal ik wel zenuwachtig zijn. Maar nu hebben we gewoon verschrikt veel lol weer met het schrijven. Alsof we vorige week ook nog bij elkaar zaten. Ja, jullie maken natuurlijk jullie uitzending altijd op basis van het nieuws. En ik ben nu benieuwd, kan je alvast een tipje van de sluier geven welke figuren voorbij gaan komen aankomende zaterdag? Nee? Nee, dat hebben we de hele tijd stilgehouden. Ah. Er komen allemaal nieuwe types komen eraan. Dat vond ik ook wel stoer dat ze zeiden, we gaan er een heleboel nieuwe doen. Maar de onderwerpen, die zijn natuurlijk het nieuws van deze week. En dat is nogal breed. Dat loopt van een protestdemonstratie bij mevrouw Halsema voor de deur tot boeren en Duindorp en noem maar op. Ja. Nou, ik ben benieuwd in ieder geval. wij kijken er naar uit. Maar stel het wordt nu weer een succes. Zit er dan een terugkeer in? Nee. Oh. We hebben gezegd, we doen het 1 keer. En kijk, ieder heeft zijn eigen... Owen Schumacher en Paul Groot hebben hun Koefnoen. Peter Heerschop heeft zijn televisieprogramma's. Je ziet overal tegenwoordig leuke fragmenten... waar toch een groot deel van het programma op gebaseerd was. Daarnaast typetjes. Hè, Carlo Bossa doet dat ook fantastisch. Ja, wij hebben iets dat te zeggen. Nee, we doen het 1 keer.
Ja, maar stel, Jack, even hoor. Stel, want ik kijk er echt naar uit. Ik mis het wel echt, ja. Kopspijkers. En stel, ja. Er kijken gewoon weer 3,5 miljoen mensen naar aankomende zaterdag. Denk je dan niet toch, ja, maar dit publiek wil dat gewoon. Ja, maar dat is ook omdat je uit nostalgie dan kijkt. Maar ik verwacht ook niet zoveel kijkers. 3,5 gaat niet hoor. Nee, verder van dat. We kijken niet eens met 3,5 miljoen mensen televisie op zaterdag. Nou, Angela cynisch hiernaast. Nee, helemaal niet. Ik denk dat hier wel heel veel mensen naar gaan kijken. Maar 3,5 miljoen, dat is echt 10 jaar geleden. Dat haal je ook niet. En bovendien hangt ook nog een beetje af van de lead-in. En wat is er nog meer? En wij hebben het toen opgebouwd naar de 3,5 miljoen. Dat moet je nu in ene doen. Dus nee, het antwoord is nee, we doen het 1 keer. 1 keer. Nou, in ieder geval kijken wij er allemaal naar uit. Naar de ouderwetse zaterdagavond met Kopspijkers. En dat kan je zien om 9:30 op NPO 1. Bedankt en alvast heel veel succes, Jack. Dankjewel, groeten. Doei. Ja, Angela, die 3,5 miljoen kijkers gaan ze niet halen. Maar even, de DWDD Heimwee is natuurlijk wel een goed concept. Want heb jij niet ook gewoon heimwee naar Kopspijkers? Nou, ik vind wel dat je dit amusement maar mondjesmaat krijgt bij de publieke omroep. Je hebt natuurlijk Even tot Hier, maar dat is nu alweer afgelopen. Je hebt Arjan Lubach, dat is volgens mij ook komende zondag alweer de laatste. Dan is dat ook nog, worden tegelijk uitgezonden in een weekend. Ja. En daarna heb je weer een hele tijd niks. Ja, dit was het nieuws, vind ik ook heel leuk. Maar dit vind ik eigenlijk wel dat je dit op wekelijkse basis bij een publieke omroep zou moeten hebben. Gewoon satire over de week en politici die de maat worden genomen. We hebben natuurlijk wel Even tot Hier gehad. Hè? Dat vind ik heel erg leuk. Maar dat is nu 7 keer. En ik hoorde ze van de week bij Pauw zeggen dat ze pas in april weer terugkomen. Ja. Dat snap ik heel goed, want het is een onwijs bewerkelijk format. En ik kijk het iedere week met heel veel plezier. Maar ja, je wil eigenlijk wel zoiets iedere week. Gewoon de actualiteit die op een leuke, creatieve manier beet gepakt wordt. Ja, en dat jij ook eens na wordt gedaan, is misschien ook Nou, dat hoeft niet leuk. Per se, wat mij betreft. Nou, het is wel leuk om de mensen dan uit deze tijd, je bent nou mediavrouw van het jaar. Hou op. Ik verheug me op Thierry Baudet en Theo Hiddema. Ja, inderdaad. Nee, dan niet meer de koningin, maar Amalia. Dat iemand Amalia weer nadoet. Ja, ik denk dat er veel stof is om daar iets over te maken. Maar goed, terwijl ze op de NPO 1 teruggaat naar in de tijd, doet SBS dat zaterdagavond min of meer ook met Dancing on Ice, dat uit de mottenballen is gehaald. The greatest show on ice. Dancing on ice. Pirouetje, een overstapje, achterwaarts overstapje. Het ging allemaal wel goed. Ik stond wel van mezelf te kijken, want ik durfde nooit over te stappen in een bocht. Dat vond ik altijd doodeng. En nu stap ik al over. Ja, zo te zien hebben ze de Expeditie Robinson-leden zover gekregen om het ook eens koud te hebben. En de vaste mensen die in dit soort programma's opdraven. Exact. Zoals een van de Roelvinkjes en Roordonner. Die daarvan leven. Maar zo'n programma valt of staat wel met zo'n cast. Wat denk je dat dit gaat worden? Ik vind het een beetje lastig inschatten. Want je ziet dat nostalgie echt wel, retro-tv scoort echt wel. Ja. En dan is het ook nog het nostalgiegevoel wat je hebt, dat je nu weer 2 ijsshows tegen elkaar hebt. Ja, precies, want je hebt ook NPO1. De ijzersterkste. Ja. Maar goed, dat is lange baan schaatsen. Ja, maar toch. Maar het idee is wel een beetje, het gevoel is wel een beetje hetzelfde. Ja, ik weet het niet. Ik had nog niet iemand in de kast waarvan ik dacht, nou, daar ben ik nou heel benieuwd naar hoe die dat gaat doen op het ijs. Maar misschien zitten er toch heel veel mensen klaar en te wachten op dat soort amusement. Maar ja, weet je, de trend is een beetje dat Nederland klaar is met BN'ers die kunstjes doen. Ja, maar ze blijven maar wel komen, hè? Ja. Vooral de commerciële hebben dat nog niet helemaal door. Nee. Maar we gaan het zien. We gaan het zien, inderdaad. Tot slot, aanstaande maandag wordt de omroepvrouw of man bekendgemaakt. Ja. Bo van Erven Doris mag het stokje gaan overgeven aan iemand anders. Ja, wie gaat het worden, denk je? Nou ja, het is altijd koffiedik kijken. En ik heb er pas met mijn collega's over zitten filosoferen. En we kwamen eigenlijk op 2 namen. Ja. Jeroen Pauw. Ja. Die is natuurlijk 13 jaar lang herenmeester op de late avond. Hij, hoe heet het, speelt nu met het idee om te gaan stoppen, is het gerucht. Dus ik vind dat wel een mooi moment om in het zonnetje te zetten. Hij heeft het ook nog nooit gewonnen, want je kan het maar 1 keer winnen, behalve als je John de Mol bent. Dus dat zou op zich wel een mooi moment zijn, denk ik nu. En anders Vincent ter Voert van Vincent TV. De producent van programma's als Martin Meiland, Bo 5 Days Inside, Rijdende Rechter. Ja. Die is in korte tijd enorm belangrijk geworden voor heel veel zenders, vooral ook SBS. En hij heeft 2 keer achter elkaar de televisiering gewonnen. Ik vind wel hem de meest opvallende speler in het veld op het moment.
En vrouwen? We moeten even ons feminisme laten gelden hier, Angela. Ja, ik vind het een... Eigenlijk hoop je bij dit soort prijzen altijd dat er iemand uit de bus komt die je niet verwacht. Maar ja? Nu zie ik niet een vrouw waarvan ik denk, nou, dat zou een omroepvrouw van het jaar moeten worden. Nee. Nee, dus de vrouwen die hebben het nog even te nakijken volgens jou. Nou, we hebben in het recente verleden Floortje Dessing gehad, ja. Eva Jinek. Dus het is redelijk... Ja, die vrouwen moeten nou even hun mond houden. Die zijn wel aan bod geweest. Hoe heet het? Laten we iedereen gewoon op zijn merites beoordelen. Dat vind ik eigenlijk absoluut. En ik zie nu geen vrouwen van... Maar wie weet, vergeten we gewoon nu echt iemand. Dat is altijd het lastige met zo'n prijs. Maar ja. Als ik mijn geld ergens moet opzetten, zet ik mijn geld op die twee in. Ja. Nou, we gaan het meemaken, Angela. Dank je wel. En dan nog het weer van vandaag. Het wordt namelijk een natte dag met veel bewolking en een stevige wind. En het wordt 8 tot 11 graden. En wij zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow to go. De 19-jarige Daniel Buter uit Amsterdam dreigt het land uit te worden gezet. Toen hij een paspoort wilde aanvragen voor zijn studie, kwam Buter erachter dat hij geen Nederlandse nationaliteit heeft en dus illegaal in het land verblijft. Sindsdien zit hij in de gevangenis in Rotterdam. Juridisch adviseur Maroua Ben Salah staat Daniel en zijn familie bij. Ja, Daniel is van Dominicaanse komaf en is geboren in Nederland. Hoe komt het dat hij dan nu pas ontdekt dat hij de nationaliteit niet heeft van Nederland? Ja, goedemorgen. Dat is een goede vraag. Daniel die is dus naar de basisschool gegaan. Ja. Vervolgens naar de middelbare school gegaan. En op het moment dat hij wilde doorstuderen, had hij echt een officiële document nodig. Sorry. En dat is hij toen gaan aanvragen bij de gemeente. Zonder enig benul. En op het moment dat hij dat is gaan doen, is zijn identiteit vastgesteld en is er een melding gedaan bij de IND. Ja, hij is dus opgegroeid bij zijn oma. Wist zijn oma er hier ook niks van af? Nee, zijn oma die bleef achter met Daniel toen hij 3 was, want hij is door zijn ouders eigenlijk achtergelaten. Vervolgens heeft hij contact opgenomen met iemand van de gemeente met de vraag, joh, wat moet ik allemaal regelen voor mijn kleinzoon, want die komt bij mij wonen. Ja. Die hebben haar aangegeven dat hij een BSN-nummer had destijds en een paspoortnummer. En dat hij zich gewoon, zoals elk ander jongere, kan inschrijven voor een basisschool. En dat heeft ze voor hem gedaan. Daniel is ook nooit ziek geweest of op vakantie geweest om te kunnen zeggen dat hij een document nodig heeft om zich te legitimeren. Hij heeft een schoolpas gehad, overal waar hij ging en zich toch moest legitimeren, had hij een schoolpas. Ja. En dat was meestal ook voldoende, dus hij heeft nooit problemen ook gehad. Hij is ook nooit in aanraking met politie of justitie geweest om te kunnen zeggen dat hij echt daadwerkelijk zich moest legitimeren. Nee, en nu zit hij dus in die gevangenis in Rotterdam. Hoe gaat het met hem? Ja, dat verandert eigenlijk continu. Ene moment heeft hij het wel echt moeilijk. En dat is voornamelijk als hij het contact met de buitenwereld een beetje verliest. Ja. Dus als hij niet kan bellen. Dan merken we wel dat hij echt down is. Omdat hij het moeilijk heeft. Veel aan zijn oma ook denkt. Omdat hij dus ook de verzorging van oma deed. En dat houdt hem wel bezig. Dus hij vindt het ook heel spannend dat hij daar is. Hij vindt het ook een beetje eng. Maar voornamelijk dat hij niet weet wat er hierna gaat gebeuren. Daar zit hij echt heel erg mee. Dat houdt hem gewoon wakker. Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Burgemeester Femke Halsema wil er alles aan doen om Daniel in Nederland te houden. Geeft dat een beetje hoop? Ja, dat geeft wel hoop. Ik heb gisteren de woordvoerder van Femke Halsema ook gesproken. En ze hebben echt nadrukkelijk gezegd dat ze echt alles op alles zullen zetten om dit te voorkomen. Maar er is ons ook duidelijk gemaakt dat zij niet alle macht in handen hebben natuurlijk. Dus in die zin blijven wij vragen om zoveel mogelijk mensen de petitie te laten tekenen. En vragen wij ook gewoon alle aandacht ook nog steeds op. Van de IND voornamelijk ook, van de rechter ook, om ervoor te zorgen dat Daniel in elk geval in vrijheid zijn zaak mag afwachten. Ja, in februari krijgt Daniel dan te horen of hij mag blijven of niet. Welke stappen gaan jullie nog meer ondernemen tot die tijd? Ja, ik kan daar niet heel veel over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat wij in elk geval op het moment dat Daniel vrij is, een nieuwe aanvraag gaan indienen. En dat is dan dit keer voor de Nederlandse nationaliteit en niet voor gezinshereniging. Omdat Daniel ook echt hier in Nederland is geboren. Ja. En een Nederlander is. Maroua, dank je wel.
Graag gedaan. Nederlandse IS-vrouwen wenden zich tot de allerhoogste rechter. Ze willen zo terugkeer van zichzelf en hun kinderen afdwingen. Hun advocaten willen aantonen dat het Hof het niet kan maken ze in detentiekampen in Syrië aan hun lot en mogelijk martelingen over te laten. André Sebrechts, woordvoerder namens de advocaten van de IS-vrouwen. Ja, jullie gaan nu naar de Hoge Raad. Heeft dat nog wel zin? Ja, dat denken we wel. Deze laatste rechter, de vorige rechter, die heeft geoordeeld dat de overheid in redelijkheid kon komen tot het beleid om deze vrouwen niet op te halen. En wij vinden dat een onbegrijpelijk oordeel. Met name gezien het feit dat deze kinderen gemarteld dreigen te worden als ze in handen komen van Assad. Die heeft veel vaker kinderen gemarteld, zo blijkt uit rapporten van Amnesty, Human Rights Watch, dat soort organisaties. Daarnaast zijn er al heel veel kinderen doodgegaan vorige winters. De winter komt er nu weer aan. En is er ook heel veel geweld in de kampen. Dus die kinderen die lopen heel ernstig gevaar. Ja, jullie gaan het dus nu nog hoger opzoeken. Denk je dat dat dan zin heeft om dat aan te tonen? Dat het dus niet in redelijkheid tot beleid is gekomen? Ja, want deze hoogste rechter kijkt of het oordeel van de vorige rechter begrijpelijk is. En wij vinden dat oordeel niet begrijpelijk, gezien deze omstandigheden. Gezien de omstandigheid dat er kinderen gemarteld dreigen te worden, vinden we het geen begrijpelijk oordeel. Ja, wanneer krijgen de kinderen van de IS-vrouwen nu te horen of ze wel of niet terug mogen? Nou, wij hebben gevraagd aan de Hoge Raad om deze procedure zo snel mogelijk te behandelen. Op z'n allervroegst zou dat in januari zijn dat we een uitspraak zouden hebben. En dan moet het weer terug naar een lagere rechter. Dat zal ook weer een paar weken duren. Dus misschien februari of zo, op z'n vroegst denk ik. En stel die uitspraak komt uit in jullie voordeel. Wanneer kunnen we dan deze vrouwen en kinderen hier terug verwachten in Nederland? Ik denk op z'n vroegst in februari zouden we de vrouwen en de kinderen hier kunnen verwachten. Oké, dankjewel André Sebrechts. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet reageren op de ontwikkeling, omdat de zaak opnieuw onder de rechter is, laat een woordvoerder weten. Je kerstboom huren in plaats van kopen is de nieuwe duurzame hype voor Kerstmis. Sinterklaas is het land nog niet uit of de meeste kerstbomen zijn inmiddels al verhuurd. Lenneke Veenstra van Stichting Kerstbomen Verhuur Utrecht. Ja, mijn boom wilde ik serieus dit weekend gaan neerzetten. Ik wilde er een aanschaffen en dan gewoon lekker optuigen. Maar is het nog mogelijk om er eentje bij jou te huren? Ja, bij ons kan het nog wel. We hebben er inmiddels zo'n 600 al verhuurd op 2 locaties in Utrecht. En het is wel zo dat je ze bij ons alleen op 14 december op kan halen. Dus je reserveert ze van tevoren en dan kun je ze op 14 december ophalen. En wat maakt de huur nou zoveel beter? Nou ja, deze bomen die worden vlak voor de kerst, niet vlak voor de kerst, maar ergens in de komende week worden die uit de grond gehaald. En je huurt ze, dan mogen ze 3 weken bij je thuis staan voor een vrolijke kerst. En daarna worden ze weer terug in de grond gezet op een landgoed en dan worden ze bos. Dus het is gewoon geen verspilling van bomen, daar komt het op neer. En dan huur je ze, neem ik aan, met zo'n enorme kluit eraan en dan komen die ze weer ophalen? En nee, je mag ze ook weer terugbrengen. Oh. Dus op 1 dag in het nieuwe jaar, op 4 december om precies te zijn, dan breng je hem weer terug naar de locatie waar je hem ook hebt opgehaald. En daar worden ze weer meegenomen en gaan ze het bos in. Hey, en wat kost dat nou even, zo'n kerstboom huren? Nou, bij ons kosten ze €28 en dan betaal je €5 statiegeld op die boom. Ja. En die €5 krijg je dus weer terug op het moment dat je de boom weer inlevert. Nou, ik vind dat best wel een goede deal, want €28 zou je ook uitgeven aan een kerstboom die je daarna, weet ik veel waar, neerlegt. Ja, precies. Het is een hele marktconforme prijs. En daarbij is het, het is ook zo, weet je, wij doen dit vrijwillig. Wij doen dit gewoon puur voor het milieu. Dit is de prijs die we kunnen bieden. Nou, mooi initiatief, Lenneke. Dank je wel en nog heel veel succes. Nou, dank je wel. In de week dat Opzij haar benoemde tot meest invloedrijke mediapersoon en ze in de Media 100-lijst met stip op nummer 15 binnenkwam, is ze gewoon weer bij mij, Angela de Jong. Nou, dat is wel wat, hè. Nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, ik krijg er een beetje warm van. Ik sta hier echt gewoon met... Je kijkt me nu heel anders aan, natuurlijk. Ja, ik kijk je gewoon heel anders aan. Ik wil straks gewoon een handtekening. Ik zou het niet te veel... Normaal doen we al gek genoeg. Even natuurlijk Sinterklaasavond gisteravond. Ja. Heb je gekeken? Ik heb gekeken. Naar allebei de shows op NPO 1 en bij RTL 4.
En we gaan even een stukje kijken van RTL 4. Dat was namelijk Paul de Leeuw en Sint. De Masked Singer. Oh, 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 wie zou dat nou zijn? Yo, de Lady Lodi, Lady Lodi, Lodi. Een enorme dolle boel daar. Chaos, bij Paul de Leeuw. Chaos. Ja, maar dat weet je bij hem. Ja, ja. Hij had natuurlijk concurrentie, hè, van de NPO. Duurtje Blok. Ja. Hoe zit het met de kijkcijfers? Paul de Leeuw heeft gewonnen. 1,3 miljoen kijkers. Ietsjes minder dan vorig jaar. Maar je ziet dus wel dat hij voor heel veel mensen bij Sinterklaasavond hoort. Net als een pan erwtensoep, een stapel cadeautjes en een gedicht van ome Jan zijn twee linkerhanden. Ja. Wat altijd weer terugkomt. Duurtje Blok had er 1,1 ongeveer. Dus Paul heeft het net gewonnen. Ja. Ik vond alleen wel, toen ik heb ze allebei zitten kijken. En eerst die op NPO 1, want die kwam met Hoofdpiet en Diewertje Blok. En mijn jongste liep nog rond, die nog heel erg gelooft. Dat was redelijk te doen met kinderen, want dat was een verlengde van het Sinterklaasjournaal. En daar waren drie hulp Sinterklaasen die een quizje speelden. Paul vond ik om 8:30 s'avonds wel een beetje gewaagd, hoor. Met heel veel kinderen die nog rondliepen. Met Sint die aan het lachgas ging. En waar termen vielen als buttplug en natte poes en maar op. Dus jij was de rest van de avond bezig om je kinderen uit te leggen hoe dat allemaal zat? Nee. Ik heb het gekeken toen de jongste naar bed was. Oh, wat goed. Ja. Heel verstandig, ja. Dat was dus Sinterklaas. We gaan even vooruitblikken naar het komende televisieweekend. Waarin we namelijk zaterdagavond getrakteerd zullen gaan worden op de eenmalige terugkeer van Kofspijkers. Nou, bijna 15 jaar is het satirische VARA-programma terug. Uiteraard onder leiding van Jack Spijkerman. En we hebben Jack aan de lijn. Jack, goedemorgen. Een oprecht goedemorgen. Jij hebt de complete oude ploeg weer bij elkaar gekregen voor deze revival. Ja. Hoe voelt het om weer samen met hun Kofspijkers te maken? Nou, dat voelt heel goed. Kijk, de cabaretiers onder elkaar hebben altijd een hele goede band. Dus we zien elkaar sowieso wel regelmatig of bij voorstellingen van elkaar. Maar het was wel leuk toen er het gerucht ging dat we misschien een eenmalige Kofspijkers gingen maken. Zo'n beetje alle cabaretiers zich melden met we doen mee en ik doe mee en ik doe mee. Zelfs mijn oude redacteuren, de oude opnameleider. De ploeg is gewoon helemaal compleet. Nou, wel geweldig. Het was natuurlijk een legendarisch programma. Ja, ik keek ook elke week. Angela de Jong is hier, die keek ook elke week. Hoogtijdagen toenertijd voor jullie. Wekelijks 3,5 miljoen kijkers. Ja. De verwachtingen van het publiek zijn nu natuurlijk ook heel hoog. Voelt dat als een druk? Nee, ik heb zo'n groot vertrouwen in die cabaretiers dat wel goed komt. We hebben aan het Kofspijkerspel Brigitte Kaandorp en Bert Visser staan. We hebben twee cabarettafels deze keer. Zo. Want we beginnen met een ouderwetse, zoals we het in het begin deden, met Peter Heerschop, Viggo Waas en Hans Sibbel. En we eindigen met een typetjestafel. We hebben bijzondere gasten. Kijk, 2 minuten voordat ik moet beginnen, zal ik wel zenuwachtig zijn. Maar nu hebben we gewoon verschrikt veel lol weer met het schrijven. Alsof we vorige week ook nog bij elkaar zaten. Ja, jullie maken natuurlijk jullie uitzending altijd op basis van het nieuws. En ik ben nu benieuwd, kan je alvast een tipje van de sluier geven welke figuren voorbij gaan komen aankomende zaterdag? Nee? Nee, dat hebben we de hele tijd stilgehouden. Ah. Er komen allemaal nieuwe types komen eraan. Dat vond ik ook wel stoer dat ze zeiden, we gaan er een heleboel nieuwe doen. Maar de onderwerpen, die zijn natuurlijk het nieuws van deze week. Dat is nogal breed. Dat loopt van een protestdemonstratie bij mevrouw Halsema voor de deur tot boeren en Duindorp en noem maar op. Ja. Nou, ik ben benieuwd in ieder geval. wij kijken er naar uit. Maar stel, het wordt nu weer een succes. Zit er dan een terugkeer in? Nee. Oh. We hebben gezegd, we doen het 1 keer. En kijk, ieder heeft zijn eigen. Owen Schumacher en Paul Groot hebben hun Koefnoen. Peter Heerschop heeft zijn televisieprogramma's. Je ziet overal tegenwoordig leuke fragmenten, waar toch een groot deel van het programma op gebaseerd was. Daarnaast typetjes, hè, de Carlo Bossa doet dat ook fantastisch. Ja, we hebben iets dat we zeggen, nee, we doen het 1 keer. Ja, maar stel, Jack, even. Ja. Stel, want ik kijk er echt naar uit. Ik mis het wel echt, Kofspijkers. En stel, er kijken gewoon weer 3,5 miljoen mensen naar aankomende zaterdag. Denk je dan niet toch, maar dit publiek wil dat gewoon. Ja, maar dat is ook omdat je uit nostalgie dan kijkt. Maar ik verwacht ook niet zoveel kijkers. 3,5 gaat niet meer, hoor.
Nee, verre van dat. We kijken niet eens met 3,5 miljoen mensen televisie op zaterdag. Nou, Angela is cynisch hiernaast. Nee, helemaal niet. Ik denk dat hier wel heel veel mensen naar gaan kijken. Maar 3,5 miljoen, dat is echt 10 jaar geleden. Nou, dat haal je ook niet. En bovendien hangt ook nog een beetje af van de lead-in. En wat is er nog meer? En wij hebben het toen opgebouwd naar de 3,5 miljoen. Dat moet je nu in ene doen. Dus nee, het antwoord is nee, we doen het 1 keer. 1 keer. Nou, in ieder geval kijken wij er allemaal naar uit. Naar de ouderwetse zaterdagavond met kopspijkers. En dat kan je zien om 9:30 op NPO 1. Bedankt en alvast heel veel succes, Jack. Dankjewel. Groeten. Doei. Ja, Angela, die 3,5 miljoen kijkers gaan ze niet halen. Maar even, de DWDD Heimwee is natuurlijk wel een goed concept. Want heb jij niet ook gewoon heimwee naar kopspijkers? Nou, ik vind wel dat je dit amusement maar mondjesmaat krijgt bij de publieke omroep. Je hebt natuurlijk Even tot Hier, maar dat is nu alweer afgelopen. Je hebt Arjan Lubach, dat is volgens mij ook komende zondag alweer de laatste. Dan is dat ook nog worden tegelijk uitgezonden in een weekend. Ja. En daarna heb je weer een hele tijd niks. Ja, dit was het nieuws. Vind ik ook heel leuk. Maar dit vind ik eigenlijk wel dat je dit op wekelijkse basis bij een publieke omroep zou moeten hebben. Gewoon satire over de week en politici die de maat worden genomen. We hebben natuurlijk wel Even tot Hier gehad. Hè? Dat vind ik heel erg leuk. Maar dat is nu 7 keer. En ik hoorde ze van de week bij Pauw zeggen dat ze pas in april weer terugkomen. Ja. Dat snap ik heel goed, want het is een onwijs bewerkelijk format. En ik kijk het iedere week met heel veel plezier. Maar ja, je wil eigenlijk wel zoiets iedere week. Gewoon de actualiteit die op een leuke, creatieve manier beetgepakt wordt. Ja, en dat jij ook eens na wordt gedaan, dus misschien ook... Nou, dat hoeft niet leuk. Per se, wat mij betreft. Nou, het is wel leuk om de mensen dan uit deze tijd... Je bent nou mediavrouw van het jaar. Hou op. Ik verheug me op Thierry Baudet en Theo Hiddema. Ja, inderdaad. Nee, dan niet meer de koningin, maar Amalia. Dat iemand Amalia weer nadoet. Ja, ik denk dat er veel stof is om daar iets over te maken. Maar goed, terwijl ze op de NPO 1 teruggaat naar in de tijd... doet SBS dat zaterdagavond min of meer ook... met Dancing on Ice, dat uit de mottenballen is gehaald. The greatest show on ice. Dancing on ice. Pirouetje, een overstapje, achterwaarts overstapje. Het ging allemaal wel goed. Ik stond wel van mezelf te kijken, want ik... Ik durfde nooit over te stappen in een bocht. Dat vond ik altijd doodeng. En nu stap ik al over. Ja, zo te zien hebben ze de Expeditie Robinson leden zover gekregen om het ook eens koud te hebben. En de vaste mensen die in dit soort programma's opdraven. Exact. Zoals een van de Roelvinkjes en Roordonner. Die daarvan leven. Maar zo'n programma valt of staat wel met zo'n cast. Wat denk je dat dit gaat worden? Ik vind het een beetje lastig inschatten. Want je ziet dat nostalgie echt wel, retro tv scoort echt wel. Ja. En dan is het ook nog het nostalgiegevoel wat je hebt... dat je nu weer 2 ijsshows tegen elkaar hebt. Ja, precies, want je hebt ook NPO de 1. IJzersterkste. Ja. Maar goed, dat is lange baan schaatsen. Ja, maar toch. Maar het idee is wel een beetje, het gevoel is wel een beetje hetzelfde. Ja, ik weet het niet. Ik had nog niet iemand in de kast waarvan ik dacht... nou, daar ben ik nou heel benieuwd naar hoe die dat gaat doen op het ijs. Maar misschien zitten er toch heel veel mensen klaar... en te wachten op dat soort amusement. Maar ja, weet je, de trend is een beetje dat Nederland klaar is... met BN'ers die kunstjes doen. Ja, maar ze blijven maar wel komen, hè? Ja. Vooral de commerciële hebben dat nog niet helemaal door. Nee. Maar we gaan het zien. We gaan het zien, inderdaad. Tot slot, aanstaande maandag wordt de omroepvrouw of man bekendgemaakt. Ja. Bo van Erven Doris mag het stokje gaan overgeven aan iemand anders. Ja, wie gaat het worden, denk je? Nou ja, het is altijd koffiedik kijken. En ik heb er pas met mijn collega's over zitten filosoferen. En we kwamen eigenlijk op 2 namen. Ja. Jeroen Pauw. Ja. Die is natuurlijk 13 jaar lang herenmeester op de late avond. Hij, hoe heet het, speelt nu met het idee om te gaan stoppen, is het gerucht. Dus ik vind dat wel een mooi moment om in het zonnetje te zetten. Hij heeft het ook nog nooit gewonnen, want je kan het maar 1 keer winnen. Behalve als je John de Mol bent. Dus dat zou op zich wel een mooi moment zijn, denk ik nu. En anders Vincent Tervoort van Vincent TV. De producent van programma's als Martin Meiland, Bo 5 Days Inside, Rijdende Rechter. Ja. Die is in korte tijd enorm belangrijk geworden voor heel veel zenders, vooral ook SBS. En hij heeft 2 keer achter elkaar de televisiering gewonnen. Ik vind wel hem de meest opvallende speler in het veld op het moment. En vrouwen? We moeten even ons feminisme laten gelden hier, Angela. Ja, ik vind het een... Eigenlijk hoop je bij dit soort prijzen altijd dat er iemand uit de bus komt die je niet verwacht. Maar ja. Nu zie ik niet een vrouw waarvan ik denk, nou, dat zou een omroepvrouw van het jaar moeten worden. Nee. Nee, dus de vrouwen die hebben het nog even te nakijken volgens jou. Nou, we hebben in het recente verleden Floortje Dessing gehad, Eva Jinek. Dus het is redelijk... Ja, die vrouwen moeten nou even hun mond houden, die zijn wel aan bod geweest.
Hoe heet het? Laten we iedereen gewoon op zijn merites beoordelen. Dat vind ik eigenlijk belangrijk. Ik zie nu geen vrouw waarvan ik... Maar wie weet, vergeten we gewoon nu echt iemand, dat is altijd het lastige met zo'n prijs. Ja. Als ik mijn geld ergens moet opzetten, zet ik mijn geld op die twee in. Ja. Nou, we gaan het meemaken, Angela. Dank je wel. En dan nog het weer van vandaag. Het wordt namelijk een natte dag met veel bewolking en een stevige wind. En het wordt 8 tot 11 graden. En wij zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go.
Thank you.